Hallo, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van de Connectie Podcast. Onze gast vandaag is Vicky Blommaert. Vicky is oprichter van Adapté. Vicky neemt ons mee doorheen zijn drie kantomomenten, waaronder uh, zijn toenmalige partner die in een rolstoel terecht kwam, wat dat met hem heeft gedaan, het overlijden van zijn moeder op zijn 27 jaar en het verdikt van teelbalkanker in 2021. Abonneer je nu via Spotify, Apple Podcast of YouTube om geen enkele aflevering te missen. Geef ons zoveel mogelijk sterren, laat een reactie na, dat zou ons ongelooflijk veel plezier doen. En op die manier help je ook om deze podcast tot bij meer mensen te krijgen. Mijn naam is Bert, oprichter van Connectie. En via deze podcast maken we de uitdagingen van het ondernemerschap bespreekbaar. We doen dit door in gesprek te gaan met onze gast over zijn of haar drie kantomomenten in hun ondernemersleven. Dat is ook wat we met Connectie doen. We helpen ondernemers groeien naar een goede connectie op drie niveaus: één met jezelf, twee buiten jouw bedrijf met collega ondernemers, en drie binnen jouw bedrijf met je medegenoten en medewerkers. Heb je zelf als ondernemer een uitdaging die je wilt delen? Ga dan naar connectie.eu. Deel jouw uitdaging en wie weet kunnen we jou helpen. Van harte welkom bij de Connectie Podcast. Dank Vicky. Goedemorgen. Van harte welkom in de Connectie Podcast. Dank u. Hoe gaat het? Uh, Ligt gezonde stress? Ja. Uh, dat is wel een beetje leuk, denk ik. Eerst en vooral bedankt om mij uit te nodigen. Heel ja, graag gedaan. Um, een spannend moment om over mezelf en het bedrijf te kunnen komen praten. Um, ja, hoe gaat het? Uh, een beetje uitgerust. Dus verleden week een, uh, een kort verlofmoment genomen na een intens jaar. Het was ook eigenlijk bijna een jaar geleden dat we echt een keer op reis zijn geweest. Dus het is wel deugd gedaan. Een keer uh, de knop eventjes op of gedraaid. Uh, niet te veel met werk bezig geweest, maar het gezinnetje. Um, ondanks dat het weer niet zo fantastisch was, uh, is het wel af en toe een keer nodig om de knop uh, even op off te zetten en uh, te genieten van, van het moment. Ja. Mm. Super, heel blij dat je er bent, uh, Vicky. En we starten altijd ja, voor de mensen die jou nog niet kennen: hè. Wie, is, uh, wie is Vicky Blomart? Ja, wie ben ik? Um, moeilijke vraag, hè? Uh, <laughs> ik zal zeggen. Voor de meeste mensen, een uh, ja, 39-jarige man, ondertussen een trotse papa van een uh, kindje van acht maanden. Uh, het is wel een, een heel fantastische gebeurtenis. Uh, ik heb daar wel vrij lang tegen gehouden van het papa of vaderschap willen zijn. Dus ik ben wel nu blij. Het geeft een, een bepaald nieuwe diepgang in het leven naast uh, ja, wie ik denk te zijn. Uh, ja, een drieënhalf jaar geleden, uh, plots een ondernemer geworden van een nieuw bedrijf. En dat is wel ook een soort rollercoaster geworden. Uh, ja. ja, en nu zou je jezelf omschrijven qua persoon, qua persoonlijkheid. Qua persoonlijkheid, ik denk, uh, ik kan echt wel heel zwart-wit zijn, heel passioneel. Dus ik ga heel. Als, als, als ik heel blij ben, dan ga je dat ook heel merken. Ik kan, kan wel echt heel, heel vrolijk zijn. Wat ben ik kwaad? Dat je dat ook geweten hebben. Ik ben, ik ben iemand die wel uh, geest naar mij gedacht gaat zeggen. Um, en dus ook wel dingen vooruit wil laten. Gaan. Ik heb heel weinig geduld. Dus als het zo gelijk even niet vooruit gaat, dan ga ik gaan zoeken naar: oké, okay, wat gebeurt er hier? Wat kunnen we gaan doen? Um, vandaar dat ik. Um, Heel lang geleden, ondertussen iets meer dan twintig jaar geleden, ik ben ik gaan verdiepen in boeddhisme, meditatie. Uh, wat mij geleerd heeft om, om, om af en toe een keer een stap terug te nemen, bij mezelf te zijn, bij mijn ademhaling. Um, en gewoon tevreden te zijn met dit moment. Um, dat is wel iets dat mij al heel lang alleszins uh, bijblijft en, en mij toch helpt om, uh, om te kunnen focussen en om echt aanwezig te zijn. Ja. Mm -hmm. En het ongeduldige, het onrustige, is dat iets wat je altijd al hebt gehad of wat er uh, plots is ingeschoten? Altijd ook, okay, dat is duidelijk. Ja, inderdaad. Ja. Ja, inderdaad. ja, altijd eigenlijk al geweest. Uh, ik denk van kleins af aan, ik heb vrij veel vrijheid gekregen in mijn opvoeding. Uh, mijn ouders hebben me wel echt geleid om te zijn wie ik ben in al mijn emoties weer. Uh, dat is wel fijn. Ik heb, ik heb, ik heb weinig maskers moeten opzetten, denk ik, als kind. Allee, oh ja, misschien wel de conventionele zaken, zoiets beleefd en zo. Maar aan zich ben ik wel altijd mezelf mogen zijn, echt kind mogen zijn ook. Uh, en dan ook in al mijn emoties. Uh, ik denk dat dat voor mijn ouders misschien moeilijker was dan voor mezelf. Uh, maar dat heeft hem dan ook wel heel hard weerspiegeld in alles. Uh, ja, ik, ik, ik ging altijd zo wat tot het uiterste gaan proeven van, oké, okay, hoe ver kan ik hier gaan? En ik ga dat ook wel vaak gaan doen in, in allerhande situaties. Uh, Zowel met mensen als met mezelf. Als, uh, als ik ga sporten, dan ga ik ook zo heel hard. Ja, ik, uh, ik, ik ga wel graag de grenzen gaan aftasten van, van, van mezelf en van het leven eigenlijk. Mm -hmm. En het, het zwart-wit zijn, zoals dat je dat benoemt, uh, hoe uitzicht dat nog in het uh, dagelijkse leven? Goh, als er iets negatief is, dan kan ik dat ook wel heel negatief uh, of kan dat wel een heel zwaar negatief impact op mezelf hebben. En dan ga ik daar wel echt wel heel zwart naar kijken van shit wat gebeurt er hier? Oh nee. En uh, kan ik ook mens, mensen rondom mij in mijn negativiteit gaan, gaan, gaan meenemen soms? Wat dat wel maakt opnieuw, het feit van mijn zelfbewustzijn, zijn, ga ik mij daar wel vrij snel van bewust worden en dan ga ik beseffen van oké. Okay, Hiermee kan ik gewoon niet verder. En dan ga ik dat proberen ombuigen in, 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 in een kracht. Om te gaan zien van oké, okay, hoe kunnen we dit probleem gaan aanpakken? En, uh, en dan ga ik dan weer de, de, de 180 gaan maken naar het positieve. En dan uh, ja, dat daalt mij wel om constant zo in die, ja, weet je, het is gelijk een beetje slacklinen waarbij je constant je evenwicht moet gaan zoeken tussen meer naar links, meer naar rechts om recht door te geraken. Um, bij mij is het echt wel heel extreem. Dus voornamelijk ja, van, van uiterst negatief naar uiterst optimist soms. Um, maar het helpt mij wel door het leven om, om, om zo eigenlijk uh, ja, verder op mijn pad te geraken. Mm -hmm. uh. All right. Je zei het daarnet al, drie, na, drie jaar en een half geleden, uh, bedrijf opgestart, Adapté. Ja. Yeah. Wat is Adapté? Wat is Adapté? Oorspronkelijk. Um, ging Adaptee een bedrijf worden waarbij dat we dus een totale oplossing zouden bieden voor mensen met fysieke beperking of senioren die langer thuis willen blijven wonen um, na een ongeval ziekte of gewoon ouderdom dan. Um, zo ben ik echt met het idee gestapt uh, van oké, okay, we gaan dit gaan doen en dit gaan brengen op de markt. Um, maar uiteindelijk nu, na uh, drie jaar en een half, zijn we onze focus gaan leggen op badkamersaanpassingen dus eigenlijk gaan wij voornamelijk badkamers gaan aanpassen, nog steeds voor dezelfde doelgroep, mensen met beperking, senioren die langer thuis willen blijven wonen. Um, daarnaast verdelen wij ook een manueel traphulpmiddel, niet van ons, maar wel van een Noorse uh, uitvinder um, die zo in verschillende landen uh, zijn product wilde gaan verdelen dankzij dealers. Ook wel een, een, een heel uh, aanvullend product voor mensen die opnieuw langer thuis willen blijven wonen in plaats van een traplift. Um, wat dan nu heel vaak wordt aangewezen, maar wel een passief hulpmiddel, is het eigenlijk een middel waarbij dat mensen manueel de trap op kunnen lopen, maar in alle zelfstandigheid. Dus daarmee gaan we die twee problemen gaan aanpakken. Het is ook wel zo dat we, doordat we de focus verleggen naar badkamers, wel meer en meer vragen krijgen van oké, okay, kunnen jullie ook andere aanpassingen mm -hmm. of complete make-overs gaan doen? Of een bijbouw gaan zetten, hebben we ook al gedaan. Um, dus we doen het wel, maar de focus ligt echt meer en meer op badkamers. Uh, Merk dat daardoor ook de markt ons beter leert kennen van, ah ja, bij dat moet je zijn om die badkamer aan te passen als je met die problematieken zit. Um, en ja, dat helpt wel om ons nog sterker te gaan positioneren eigenlijk. Mm -hmm. uh, drie jaar en half, je zei het daarnet, een rollercoaster geweest. Hoe heb je die uh, voorbij drie jaar en half beleefd? Heel intens <laughs> opnieuw, Vanuit ja. heel optimistisch naar heel uh, pessimistisch. Als ik kijk naar het begin, weet je, ik ben zo in oktober 2020 gestart. En uh, ja, toen was het gewoon ja, brainstormen, al, al brainstormen over de naam was echt wel heel intens. Bijvoorbeeld weet welke naam ga ik uitkiezen. Ik ben zelfs, allez, ik kom eigenlijk een beetje van, vanuit de hard sales wereld. Dus ik ben het gewoon om gewoon mensen te gaan aanspreken, proberen mijn producten te gaan verkopen. Dus bij het begin ben ik zelfs al met een aantal namen op straat geweest, zowel in Vlaanderen als in Wallonië, als in tweetalige gemeentes. Om te gaan vragen van oké, okay, wat denk je van die drie namen? Wat doet dat met jou? Wat zegt dat? En op die manier ben ik gaan voelen van oké, okay, wat vraagt, of wat, misschien niet wat vraagt de markt, maar welke van de drie namen um, komt het beste overeen? En, en dat punt was al heel intensief. Drie of vier weken geduurd voor ik de keuze had gemaakt. En zo is dat nu nog altijd. Dus ik ga heel bewust gaan zoeken naar manieren om, stappen om steeds vooruit te gaan, de juiste mensen aan te trekken. Um, maar nog steeds vanuit een um, gut feeling, laat ons zijn. Dus ik ga wel rationeel gaan nadenken over bepaalde problematieken, maar ik laat me wel heel hard leiden door, door, door mijn intuïtie. Um, Iets wat ik van een, van een aantal ondernemers heb gehoord. Uh, van, weet je, Vicky, soms is het goed om daar misschien even over na te denken, maar laat gewoon je, 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 je gevoel. Uh, Volg gewoon je gevoel eigenlijk. Want meestal werkt dat wel. En, en opnieuw, mijn koppigheid heeft vaak zo het tegenovergestelde proberen te zoeken, maar keer op keer moet ik dan denken: van ik had het beter moeten volgen. En ik mm -hmm. moet eerlijk zeggen, nu sinds een jaar of tweeënhalf. Uh, Volg ik dat bijna altijd, mijn voorgevoel. Nee. En dat werkt. Dat is ja. jouw kompas om uh, ja. bepaalde beslissingen te nemen. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Maar je bent nu drie jaar en een half bezig aan het ondernemen. Wat is voor jou de definitie van ondernemen? De definitie zou voor mij zijn: een probleem uh, zien waar je ja, een oplossing voor denkt te hebben. Uh, en dan samen met een aantal mensen, of misschien alleen voor solopreneurs. Effectief daar volledig voor gaan. Uh, de juiste tools gaan zoeken om, om, om een probleem te gaan aanpakken. Om net een impact te proberen te creëren voor het publiek waar dat je iets voor doet. Uh, of misschien ja, voor andere mensen die iets gaan doen voor natuur of dieren of zo. Dus effectief je doel voor ogen hebben, houden en daar zoveel mogelijk. Ja, Proberen mensen te sensibiliseren om je daarbij te helpen. Of, of ja, eigenlijk alles geven wat je kunt um, om je doel eigenlijk te bereiken. Ja, dat is mm -hmm. voor mij, denk ik, ondernemen. Alright. En hoe ziet het bedrijf erop vandaag uit? Je bent alleen gestart. Alleen gestart? Ja, hoe ziet het bedrijf erop vandaag uit? Ondertussen met 24 mensen. Um, de mensen zijn wel heel belangrijk. Weet je, ik mag het misschien wel alleen gestart hebben. Um, maar op zich alleen zou ik het niet kunnen. We hebben verschillende soorten mensen, van uh, mensen die effectief op de baan gaan om ja, de klant te gaan adviseren van oké, okay, hoe kunnen we op, op dat moment dan dat probleem gaan aanpakken, offertes opmaken, maken opvolgen. Uh, we hebben ook een ergotherapeute die ons daarbij helpt, uh, die dan ook effectief naar de medische wereld. Uh, ons naam meer en meer gaan bekendmaken. Dus ik heb ook een achtergrond vanuit een andere uh, functie, waarbij ik wel meer naar ziekenhuizen, revalidatiecentra's moest gaan. Dus daar heb ik ook wel een netwerk in. Um, om dan van daaruit eigenlijk te gaan zeggen van, kijk, wij kunnen jullie patiënten, cliënten, gaan helpen, langer thuis blijven wonen. En dan, ja, hebben we mensen op bureau, maar voornamelijk installateurs. Dus het zijn de installateurs die dan effectief na dat heel de machine eigenlijk in gang is gezet geweest, ter plaatse gaan en ja, het knappe werk afleveren, waar we ondertussen wel heel mooie, positieve uh, commentaar voor krijgen. En daarvoor doen we het. Mensen zijn echt wel heel blij met onze werk. En, um, en dat verspreidt zich natuurlijk. Dus ik merk dat ook wel, bijvoorbeeld nu, um, ik denk 10 à 12% van onze nieuwe klanten zijn allemaal door, aan, ay, door verwijzingen, mond-mond-reclame. Mm -hmm. En dat is echt wel ay, heel fijn om te horen. Van ja, deze klant heeft gezegd dat jullie goed zijn. Ik heb ook dat problematiek. Kunnen jullie mij komen helpen? Eh, dat toe wel deugd. Mm -hmm. ja, ja. Hij zegt: de mensen zijn voor mij belangrijk. Mm -hmm. hè? Hoe uit zich dat in het bedrijf? Of hoe, hoe probeer je daar? Ja. Uh, dat duidelijk te maken dat dat naar de mensen belangrijk zijn. Opnieuw van mijn heel zwart-wit, heel positivisme durf ik dat ook wel uit naar mijn mensen toe. Ik ga ook wel heel snel een compliment gaan geven als het zo is. Ik ga ook wel heel snel kritiek geven als ik het niet goed vind. Dus ze weten van mij wel heel snel hoe het zit. Mm. Uh, en ik probeer het zo vlak mogelijk te houden. hiërarchisch. Ik geloof niet echt heel hard in de piramide. Uh, hoewel dat, dat wel een beetje nodig is natuurlijk. Van oké. Okay, ik ben wel zaakvoerder of, of oprichter. Uh, probeer ik probeer ook wel zo wat iedereen gelijk te trekken. Mm -hmm. uh, voor mij is iedereen van installateur naar iemand die telefoontjes opneemt, uh, belangrijk in, in, in ons bedrijf. Uh, en we proberen ook zo heel vaak iets te doen als team. Uh, bijvoorbeeld, ook één keer per maand gaan we gewoon heel het bedrijf uh, met heel het bedrijf eigenlijk samenkomen om, om, om ja, een zounden. Wat leeft er in het bedrijf? Uh, waar gaan we naartoe? Van waar komen we? Wat hebben we nu gedaan? Uh, en dan ga ik ook altijd gaan starten met een check-in. Mm -hmm. Hoe gaat het echt met jou vandaag? Mm -hmm. En iedereen is vrij om te zijn, hoe dat het met, met, met hem of met haar gaat. Dat uh, vind ik wel belangrijk, omdat ze dan, denk ik, dan, het gevoel krijgen van oké, okay, ik mag zijn wie ik ben. Ik vind dat heel belangrijk. Opnieuw, ik probeer op alle vlakken te zijn wie ik ben. Of ik nu in een... Ja, Directiecomité van ziekenhuizen zit om ons bedrijf te gaan patchen. Of bij één particuliere klant mijn problematiek. Ik ga altijd dezelfde de zijn. En ik vind het niet leuk, ja, dan is dat wel pech, maar ik probeer wel authentiek uh, te blijven. Mm -hmm. En welk soort leider ben je nog? Mm, goh, welk soort leider? Dat is een goede vraag. Ik ga proberen om zo weinig mogelijk ja, opnieuw maskers op te zetten. Om um, de mensen mee te krijgen in mijn verhaal. Die ik dan wel natuurlijk um, meegemaakt heb en straks meer ga over, over vertellen. Maar ik probeer wel mensen keihard in mijn verhaal mee te nemen. En ook te doen geloven: van kijk, jongens, allez, het is niet ik alleen. Het is echt wij allemaal die het, uh, die het hier allemaal. Uh, aan het doen zijn en opnieuw mijn enthousiasme kan ik wel heel snel mensen meenemen in het verhaal en ik ga ook op een bepaald moment als ik merk het zit goed, heel snel losleiden ja. Dus opnieuw nu ook sinds ik denk oktober zijn we echt heel veel mensen beginnen aannemen, um, hele sterke figuren of hele sterke persoonlijkheden en dat zijn geen mensen die je zomaar kunt gaan micromanagen. Ja. Dus opnieuw heel kort het vertrouwen gaan winnen, van oké, okay, hoe werken we samen, en heel snel loslaten. Het is wel grappig, want inderdaad, ongeveer een maand, maand en een half later, dus ergens in november, uh, november, december, begon er zo van alles te gebeuren waar ik zo geen weet van had. En de eerste keer die ik dat meemaakte, was dat zo heel beangstigend. Van fuck, wat gebeurt er hier? Ze hebben mij niet echt gevraagd van, zullen we dat zo of zo doen? En plots zie ik dat leven. Dat gaf zo eerst een beangstigend gevoel. Ik heb er even naar gekeken, bij mezelf, dat? Maar uiteindelijk vond ik het wel leuk om te, um, om te zien dat het bedrijf organisch aan het groeien was. Mm -hmm. Dus ik heb daar iets gemaakt, om het zo te zeggen. Het is nu aan het leven. En, en ik merk wel dat bijna iedereen in het bedrijf, omdat ik net die vrijheid geef, zo echt zijn eigen ding durft te doen. Um, en die vrijheid wil ik echt wel geven, maar ik geloof ook wel dat het net dan is dat de mens het volledige van zijn potentieel kan geven. Um, om dus ook net die vrijheid te krijgen, um, vind ik heel ja. belangrijk. Ja. Want veel ondernemers struggelen daarmee om echt los te laten mm -hmm. hè, en, en mensen het vertrouwen te geven om beslissingen te laten nemen zonder dat je er ja. zelf ja. inbrengen hebt. Ja. Hoe ga je daarmee om? Je zegt even voelen van ja. hoe dat, wat dat met mij doet. Ja. Opnieuw, die check-in dat ik dan ook met de mensen doe, doe ik ook heel vaak bij mezelf, uh, komt ook denk ik vanuit het, 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 het uh, Boeddhistische. meditatie. Echt bij jezelf gaan voelen, gaan luisteren. Wat speelt er met mij? Welke emotie is er nu op dit moment aanwezig? Welke gedachte komt daaruit voort? En mij niet proberen te laten leiden door de gedachte, daar wel naar te luisteren, maar voornamelijk weer vanuit mijn gut feeling: van hoe voelt dit met mij? Of wat doet dit met mij? Um... En dan probeer ik dat ja, een plaats te geven. Voelt het goed aan? Dan laat ik het gewoon zijn. Voelt het echt verkeerd? Dan ga ik daar dieper op in. En ons ook daar met die persoon kunnen over praten. Van ja, waarom heb je zo of die beslissingen gemaakt? Ik Begrijp ik het? Begrijp ik het niet? Want ik vind taal ook wel heel moeilijk. Ik ben ten eerste frans taal opgevoed. Mm -hmm. En door op mijn, op, op mijn uh, denk ik, tien jaar, zijn we verhuisden naar Vlaanderen, ben ik Nederlands uh, moeten beginnen leren. Heb ik heel hard mijn best moeten doen om, om een taal te leren. Dus ik merk dat wel dat dat zo altijd een bewust iets is geworden om, om te communiceren. En wat ik daardoor dus geleerd heb, is dat mensen woorden anders kunnen interpreteren. Ook mm -hmm. uh, het feit van hoe, wat, 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 betekent, wat betekent blij zijn voor mij, betekent misschien niet blij zijn voor jou, mm -hmm. heeft een andere invulling. En vandaar ga ik heel vaak gaan, gaan checken van, ja, wat bedoel je daarmee? Hoe zie je dit? Uh, om dan effectief te gaan toetsen van, oké, okay, is dat ook zo dat ik het zie? Begrijp mm -hmm. ik echt wel wat je bedoelt? Uh, Misschien soms op het ambtante af, uh, maar ja, zo voelt dat voor mij wel het beste aan om, om te gaan communiceren. Ja, vooral als, als het ja. gaat over emoties, ja. Dan nog iets moeilijker is ja. dan uh, ja. over een bedrijfsproces, bijvoorbeeld. Het ja, 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 ja. is belangrijk om even uh, af ja. te toetsen: hebben we hier uh, over hetzelfde. Dus. Mm -hmm, mm -hmm. En aangezien dat je, of wij toch ook hè, met heel veel mensen werken, maar ook voor mensen werken, um, is het natuurlijk wel heel belangrijk om te gaan communiceren. Ik bedoel, Iedereen kan op ieder moment van zijn leven iets meemaken. Um, als je dat niet durft of kunt vertellen met je collega's, denk ik dat dat wel moeilijk kan zijn. Uh, dan ga je dan, ja, opnieuw die masker gaan opzetten. Je gaat verbergen achter iets. Uh, dus ik probeer ook van mezelf opnieuw heel eerlijk te gaan communiceren met mijn collega's. Ik verwacht dat dan ook van hen. Oké, okay, dat lukt misschien niet altijd, uh, van beide kanten. Maar hoe meer je daaraan werkt, hoe opener en hoe gemakkelijker je dan effectief, als er iets is kunt gaan communiceren. En ik denk op die manier gewoon ja, samen vooruit kunt gaan en, en een doel uh, gaan bereiken dan. Ja. All Het um, concept van de podcast ken je, Vicky? We hebben gevraagd om op, uh, op voorhand om een drietal kanto-momenten te selecteren. Hoe was dat om te doen, eerst en vooral? Ik heb er lang moeten over nadenken, omdat ik wel een paar uh, ja, persoonlijke verhalen ga vertellen. Um, maar uiteindelijk, ja, bedoel, ik hey, ik ben wel blij dat ik het mag komen vertellen. Opnieuw, de meeste mensen in mijn ondernemingswereld uh, uh, ja, kennen niet heel mijn verhaal natuurlijk. Dus het is misschien wel goed om het verhaal zo, zo open en eerlijk mogelijk te gaan communiceren. Want het, het maakt denk ik ook opnieuw die authenticiteit waarom dat bedrijf denk ik ook wel goed draait en zo snel uh, aan het groeien is. Um, en dat is dan ook de boodschap die ik zou willen geven aan iedere ondernemer. Wees zo authentiek en, en ja, eerlijk in uw verhaal. Uh, mm -hmm. Dus ik kijk er wel naar uit om het te mogen delen. Ja. Yes, voilà, dan vliegen we erin. Uh, tijd voor het uh, eerst al, eerste kantelmoment um, En dan gaan we even terug naar uh, 2007. Ja. Maar tussen uh, 16, 17 jaar geleden. Tijd vliegt. Ja. Wat is er uh, toen gebeurd, uh, Vicky? 2007. Dus. Um, ik zat toen in, een, in een, Met mijn toenmalige relatie eigenlijk... Ik was eigenlijk al een beetje een ondernemer. Eigenlijk in de boomende telecom-industrie. Uh, waarbij wij dus met drie mensen in, in mijn bedrijf uh, Gingen wij dan effectief gaan telecommunicatie gaan, gaan, gaan switchen. En kijken naar de beste mogelijke tarieven. Uh, maar op een bepaald moment, dus mijn toenmalige uh, partner had eigenlijk, uh, in een lichte vorm spina bifida. Dat is eigenlijk een open rug-probleem. Uh, Um, en dat begon te verergeren. Um, wat maakte dat er dus een zenuw eigenlijk kon gekneld raken? En dus de professor uh, die haar behandelde uh, kwam toen met de boodschap van kijk, hier zijn twee mogelijkheden. Ofwel moeten we gaan opereren, oftewel laten we het gebeuren, een grote kans dat je in een rolstoel belandt, omdat dat zenuw gaat gekneld zijn met een groot stuk van je uh, rechterkant van je lichaam die mogelijk uh, verlamd zou raken. En dan heeft zij natuurlijk mijn ouders voornamelijk de beslissing genomen van oké okay, we gaan een operatie overwegen um, met nog steeds de kans om iets te kunnen raken. En ja, natuurlijk 50-50 heeft ze wel de pech gehad om, om toch zenuw te hebben die toch een beetje gekneld is geweest, waarbij dat groot stuk van haar rechterdeelte um, verlamd is geraakt. Dus eigenlijk, ik ga niet zeggen van dag op dag in een rolstoel beland, maar. Het zat er wel heel snel aan te komen, dus die verlamming maakte wel dat ze zich bijna niet meer kon uh, bewegen. Eigenlijk, uh, ik denk dat ik het veel erger vond dan zij. Vandaar het, het, uh, een van de lessen die ik bij haar geleerd heb, is, is het, het overpositivisme. Dus ik heb haar in die alle jaren, sinds dat ze in die situatie heeft geleefd, maar ene keer echt heel droevig geweten over haar situatie, maar anders was ze daar zo positief over. En Hoewel dat ze niet vanuit een spiritueel of wat dan ook standpunt. of ja, Het was ook geen gelovige. Had ze wel zoiets van: Witte, het overkomt mij, kan er toch niks aan veranderen. Ik accepteer het. En ik ga gewoon mijn leven nu op een andere manier gaan leven. Ik vond het zo fantastisch, maar ik begreep het gewoon niet. Mm -hmm. Ik was toen al heel diep en vaak aan het mediteren en met boeddhisme bezig. Um, het is ook altijd zo wel een rode draad geweest in mijn leven. En, en ik begreep het gewoon niet. Van, hoe kunnen nu zo rustig en zen in het leven gaan, terwijl dat dit u overkomt, hoe oneerlijk is het niet. Eh, maar ja, goed, het leven is oneerlijk en je moet het soms gewoon aanvaarden. Mm -hmm. um, wat dat met mij voornamelijk gedaan heeft, is we gingen heel vaak zo, ay, op restaurant of op terras. En dat was de ontoegankelijkheid van zaken of zelfs van openbare gebouwen. Um, ik raad het zelfs iedereen aan om straks een keer als die naar een restaurant gaat of, of, of een keer iets gaan drinken of waar dan ook te letten naar de toegangen. En dan ga je merken dat heel veel gebouwen eigenlijk niet toegankelijk zijn voor mensen met een rolator of mensen met een, met een rolstoel. Ik vond dat echt heel verschrikkelijk dat dat eigenlijk een doelpubliek is die niet vaak waar dan niet vaak iets voor gedaan werd uh, en toch wel een vrij groot publiek eigenlijk. En Vanuit mijn frustratie dan weer, ik werd er echt heel ambetant van, van oké, okay, we gaan hier iets gaan eten, uw zaak is niet toegankelijk, of we gaan naar de kust, ja, daar is al helemaal niet mogelijk, de toiletten zijn allemaal beneden of boven. Um, vanuit die frustratie ben ik uh, een businessplan beginnen maken, um, van oké, okay, hoe kan ik hier Gent, dat was Gent uh, de, in de tijd waar ik ongeveer woonde, uh, hoe kan ik hier Gent toegankelijk maken? Ik heb dan uh, met mijn businessplan naar de, uh, de verantwoordelijke van openbare gebouwen in, uh, in Gent gaan spreken. En dat was ook de eerste ambtenaar van toegankelijkheid in Vlaanderen. Die vond dat fantastisch. Een knul van 23, jaar die met zo'n plan afkomt van hé, hey, ik wil Gent toegankelijk maken. Uh, dus die vond het echt wel heel goed. Ze waren bereid om uh, veel geld eigenlijk vrij te maken om de Gentse horecazaken toegankelijk te maken. En um, het plan was van 80% ging door Gent gesubsidieerd worden, 20% door de eigenaar. Dus ik heel blij, ik ging dus van deur tot deur bij de horeca zaken van oké, okay, wij willen je zaak toegankelijk maken, want er is een problematiek. Mensen in een rolstoel of senioren met een rolator, die hebben niet echt veel plekken om te gaan. Laat ons gewoon samen dit uitbouwen. ik kwam echt van een koud douche terug. Want 90%, misschien 95% zeiden van ja, nee, 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 we willen dat niet. En dus opnieuw, door vaak vragen te gaan stellen om te gaan begrijpen waarom niet, wat is je argument, waarom je dat niet wilt, kreeg ik eigenlijk, ik kan niet zeggen vaak, maar toch van de eerlijkere antwoorden, kreeg ik te horen van, wij willen geen mensen in een rolstoel in onze zaak, wij willen geen oude mensen in onze zaak, die zitten hier dan een uur of twee met één koffietje, of... Ja, ze komt hier dan met drie, vier rolstoelen, dat gaat veel plaats nemen Of dat gaat andere mensen afschrikken. Ik wil niet de stigma dragen dat wij ook hè, mm -hmm. mensen met een rolstoel uh, aanvaarden. Dus ik, ik was echt wel heel kwaad, om, want ik kon niks doen. En zolang dat het vanuit een politiek standpunt niet gedwongen werd, mm -hmm. konden je gewoon niks afdwingen. Um, dus dat, was, ja, dat, was, dat, was, dat was al mijn eerste grote tegenslag. Van, allee, ik dacht, dit gaat het worden, ik heb Gent mee... Um, ja, pff, uiteindelijk heb ik het een beetje vanuit, uh, vanuit ja, mijn uh, alleen zijn in dit verhaal losgelaten. Um, ik ben toen op een vacature terechtgekomen die um, iemand zocht. Ik, had een ik heb een technisch achtergrond. En ze zo zochten eigenlijk iemand, elektromechanica, om um, rolstoelen te herstellen en... Um, de systemen in huis te gaan, uh, te gaan plaatsen. Dus ik, ben, ik heb me gesolliciteerd, ik heb de job gehaald. Voornamelijk gezien waarschijnlijk uh, het feit dat ik met iemand zit mee, uh, in een rolstoel. En daar heb ik heel veel zaken geleerd. Uh, voornamelijk mensen met een beperking, jong of oud, uh, die plots in een rolstoel belanden na een ongeval, na een ziekte. Um, en die dan ontslaan worden uit het ziekenhuis of revalidatiecentra terug naar huis mogen gaan, plots met een ander probleem geconfronteerd worden en dat is toegankelijkheid in huis. Dus vaak zijn dat mensen die dan gekluisterd zijn in hun bed beneden, met misschien een toiletpotje naast hun uh, bed, omdat ze niet boven geraken, misschien geamputeerd of ze geraken er gewoon niet. Um, ja, dus dan plots zie je weer allemaal nieuwe problemen, ze geraken niet boven, of de uh, padkamer is boven of beneden, maar de deur is niet toegankelijk. Uh, of ze hebben wel een aannemer aangesproken om de werken uit te voeren, maar ja, die aannemer is zodanig vol van het werk, kan pas volgend jaar komen, want het is dus maar een klein werkscan. Oh. Of de prijs is veel te hoog, of ze hebben geen offerte gekregen, of de aannemer kwam niet. En dus ik kwam constant zo met die verhalen uh, van klanten die na hun ontslag eigenlijk niet genoeg opgevolgd werden in hun toegankelijkheid in huis. Dus ik dacht van, amai, dat is hier weer een probleem. Eigenlijk niet alleen kunnen ze niet buiten komen, nee. zijn ze ook thuis vastgekluisterd aan hun situatie met hun beperking, om het zo te noemen. En opnieuw, vanuit die frustratie ben ik echt zo proberen mensen te gaan helpen van, oké, okay, hoe komt dat? Wat kunnen we gaan doen? Um, zoeken naar oplossingen. En inderdaad, gevonden eigenlijk, zo goed als geen bedrijf die daarmee bezig was, of... Als we een bedrijf contacteerden, ja, dan hoorde we daar niets van en mm -hmm. opnieuw dan begint er zo weer, in mijn ondernemershoofdje, uh, een nieuw verhaal. Uh, ja, ja een, een nieuw verhaal die gecreëerd werd eigenlijk, dus verbouwingen. Uh, maar ik zag het ook te groot, ik was ook te jong, ik durfde ook op dat moment de stap niet te zetten. Uh, maar het is wel altijd blijven spelen van ja, hier is echt wel iets. Uh, hier is echt wel iets mee te doen. Um, maar ik denk voornamelijk het feit dat ik zo, door uh, hoor ik agent om het zo te noemen, uh, niet geloofd werd, heb ik daar ook niet veel aandacht aan gegeven en ben ik gewoon ja, mijn job. Blijven verder doen, dat deed het ook heel graag. Um, dat was voor heel België, uh, waar ik naar ziekenhuizen, maar ook naar particuliere klanten mocht gaan. En Dat waren vaak mensen, ook jonge mensen, uh, met een hele zware handicap, een beetje uh, Stephen Hawking handicap mm -hmm. zelfs, waarbij dat we met hele fijne uh, uh, technologie eigenlijk, voor mensen die microbewegingen konden doen, een rolstoel gingen gaan uh, aanpassen aan hun omgeving thuis, om zich toch een beetje thuis te kunnen mm -hmm. beheven. Dus dat was. Denk ik al, de eerste zaad van wat nu adapt is geworden. Het was gepland ja. om eigenlijk uh, het bedrijf dat je vandaag ja. hebt. Uh, en, en je drijfveer was toen eigenlijk ja, een beetje het, het onrechtvaardigheidsgevoel, ja. hoor ik. Ja. Ja. Dat was vooral de drijfveer. Ja. Doordat je gewoon merkte van je toenmalige vriendin kon eigenlijk nergens naartoe. Ja, um, ja. ja dat was inderdaad heel uh, dat kan me wel heel hard. Pakken zo, mm -hmm. die onrechtvaardigheid. Uh. En van waar komt dat? Van waar? Ik denk dat dat begonnen is opnieuw. Ik ben dus Frans opgevoed in Brussel. Um. En dan plots van de ene dag op de andere, ze verhuisden naar Vlaanderen. Allee, mijn ouders waren gescheiden en een Vlaam vlaamse man ontmoet. En dus daardoor is ze dan naar Vlaanderen getrokken, mijn moeder. Um. Maar dus, van de ene dag op de andere kom ik zo dus in een wereld van mensen die ik niet begreep, die mij niet begrepen. En daardoor werd ik wel op een bepaalde manier benaderd. Uh, en ik vond het echt verschrikkelijk. Uh, dus ik denk dat die onrechtvaardigheid daar mm -hmm. waarschijnlijk gestart is. Uh, dan kom ik een beetje kwijt, waarschijnlijk, op mijn ouders van: hey, wat doet het mij aan? Je, van, van Brussel naar plots in het platteland uh, in Vlaamse Ardennen gaan uh, wonen, waar ik mensen niet begrijp, uh, waar mensen mij niet begrijpen. Dus ik denk dat daar waarschijnlijk een groot stuk van die onrechtvaardigheid naar mezelf toe, want ik mm. denk uiteindelijk. Alles wat we doen is vanuit een eerste ik-ervaring. En dat zal mijn eerste ik-ervaring zijn geweest, die onrechtvaardigheid. Um, en daar keihard moeten tegen vechten om toch weer mijn plaats te kunnen uh, krijgen. En, in, in, in mijn bubbel op dat moment. Um, ja, ik, ik, ik denk ook op dat moment ben ik zodanig hard beginnen gaan ja, een nieuwe omgeving gaan creëren voor mezelf. Heel hard uh, de, de nieuwe taal dan gaan leren. Um, en toen al was het ondernemen ook al eigenlijk wel heel hard aanwezig bij mezelf. Uh, ik herinner mij toen ik een jaar of twaalf was, um, of elf jaar denk ik, nee, elf, twaalf jaar ben ik van school veranderd. En de school waar ik uh, oorspronkelijk was, verkocht om tien uur bij de eerste speeltijd. Verkochten ze snoepjes en koekjes en ja, dus van alles waarbij dus mij nog Belgische frank kon gaan mm -hmm. betalen. En ik ging dus naar een nieuwe school en eh, daar was er gewoon niets. Behalve Coca en Sprite en Fanta, weet je wel, dus de, de, de limonade -ottomaan. En ik dacht van, ja, waarom wordt dat ding niet verkocht? <laughs> ik herinner me dat ik dan op een bepaald moment dacht van... Misschien had dat nog iets voor Dus ik ging toen zo naar de, naar de winkel. Ik kocht zo hele zakken vol Mars en sneakers en M&M's en zo allemaal van die ongezonde snacks. En ik verkocht die allemaal om tien uur op school. Dat was echt wel een booming business. Dat was eigenlijk je eerste bedrijf. Dat was eigenlijk wel het eerste bedrijf, inderdaad. Ja, ja. Tot op het moment dat ze dus het tweede jaar het school had dat ingezien en zelfs ja, zelf koekjes hebben gaan verkopen. Businessen kon niet meer doorgaan op dat moment. Maar uh, ja, eigenlijk is dat wel inderdaad mijn allereerste bedrijf geworden. Uh, grappig dat ik er zo plots terug aan denk. En, en van daaruit ben ik nog zo andere dingen beginnen doen, door aan door gaan verkopen hmm. uh, bij mensen. Uh, ja, het ondernemen heeft altijd wel bij mij ingeweest. En vanuit ja, altijd zo'n frustratie. Allee, waarom verkopen ze hier nu geen koeken? En dan, weet ik zal ik het al wel. Maar Zelf te... mee beginnen. Ja ja ja, 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 ja. Dus opnieuw die... die, die lichte kwaadheid die mij aanwezig is, heeft mij altijd wel, is ook wel een grote kracht als je dat goed gebruikt. Ja. Ik vind het ook wel... Dat is ook iets dat ik dan heel hard geleerd heb in, in Azië. Om, om je donkere kanten te omarmen. En, en daar in plaats van proberen weg te duwen... Die proberen ja, te aanvaarden zoals het is. En jezelf aanvaarden zoals dat je bent. En, en, en vanuit die kwaadheid ook durven ondernemen. En... Uh, dan ook effectief te gaan gebruiken als een, als een positieve iets. Uh... Meld te zijn voor je donkere kant. Hè? Ja, eigenlijk ja. wel, inderdaad. En, en ja. Ja, omarmen, want op zich, ja, je kunt dat proberen gaan wegduwen en veranderen, maar lukt dat echt? Ik geloof het niet. Uh... We zijn wie dat we zijn. Ja, absoluut. Ja, voilà, ja, um, wat heb je nog geleerd uit die periode 2007, uh, waarbij dat je een beetje tegen de muur liep van. Uh, van het stad Gent op nu even zo te zeggen. Hè? En van de, de horeca-uitbater die uh, niet echt meewouden in uw verhaal. Wat heb je nog geleerd, die periode? Goh, ja, het was wel een moeilijke periode in het algemeen. Um, want inderdaad, je krijgt dan de frustratie van een stad die niet mee of stad die wel mee wil, maar de, de, de eigenaar die niet mee wil. Um, en dan effectief in een, in een sector gaan werken. Um, ja, voor mensen, mij, mij, mij. op dat moment een fysieke beperking. Um, heeft me wel heel veel bijgebracht in, in, in de nederigheid van het leven, voornamelijk, uh, hoe het plots van de ene dag op de andere ja, keihard, of wel kan kantelen naar uh, een zwaar beperking, plots in een rolstoel belanden. Um, ik herinner mij dat, dat, dat is eigenlijk wel een verhaal die mij heel hard gepakt heeft. Dus opnieuw, ik moest vaak naar mensen particulieren gaan die plots ontslagen werden van het ziekenhuis en die dan um, ja, terug naar huis moesten gaan. En er was zo'n ene man, um, er is een internat, herinner ik mij, um, waar ik zo een aantal keer moest teruggaan om alles te gaan instellen, want allee, vaak moet ik wel teruggaan, vaak, vaak teruggaan, uh, om alles te gaan fine-tunen naar automatisatie en het gebruik van zijn rolstoelen in zijn huis en zo. Um, onze man, ik, weet, ik weet niet meer exact welke ziekte hij had, maar hij had een zware ziekte. Uh, maar niet zozeer terminaal. Er was wel iets rond te doen. En ehm, op een bepaald moment, dus ik ging daar om de twee weken op een hele bepaalde dag, dat was woensdag, eh, naartoe. Dus dat stond gepland, vastgepland. Op een bepaald moment zegt de secretaresse van, eh, van het werk van ja, Vicky, je moet vandaag niet meer bij, eh, bij die persoon gaan. En ik bekijk haar. Ik zeg, waarom niet? Ik had het zo gelijk nog niet door. Mijn naïviteit van, het leven kan altijd wel... Hè. Goed gaan. Mm -hmm. um, ja, zegt hij zo heel droevig weg. Ja. Hij, hij, hij is vannacht gestorven. En dus ik, heb op, of ik had op dat moment nog nooit niemand... Uh, ik was nog nooit iemand kwijtgeraakt in mijn omgeving. En er was iemand waar ik toch wel een band mee had, die ik plot verloor. Ik vond het echt heel verschrikkelijk. Um, om dan zo iemand te hebben waar hij zo een band mee hebt, uh, te moeten verliezen. Um, ik weet dat ik daar echt een paar dagen mega slecht bij was geweest. Um, en dat lief mij... Ja, een paar dingen doen inzien. Hoe de, 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 de... Ja, breekbaar het leven wel is, natuurlijk. Zeker in mijn sector. Hoe het plots van de ene dag op de andere kan kantelen naar, naar een um, ja, zware fysieke problematiek um, En ik weet dat ik dat toen met mijn toenmalige partner uh, besprak. En zij zei vanuit haar optimisme: maar ja, Vicky, hij moet dat zo zijn, hij moet dat zo. En heel vaak zo in discussie gaan van ja, maar het is toch oneerlijk en waarom en zo'n toffe mens. En, uh, en hoewel ik dat van haar ook vond, ging ik dat wel niet echt gaan benoemen. Uh, zij ging dat ook niet echt gaan gebruiken als argument of zo, maar in die periode heeft mij wel heel veel uh, doen inzien rond uh, ja, de impermanentie van het leven en hoe breekbaar en broos dat alles is. Uh, ben ik daar wel meer gaan, uh, gaan beginnen koesteren. Uh, meer zorg voor mezelf, meer zorg voor mensen rondom mij. En, en, uh, ja, gewoon dankbaar te zijn dat, als je gezond bent. Uh, dat moet koesteren. Uh, en uh, Dat het ook geen nut heeft om, om, om kwaad en abortant te zijn op andere mensen. Want het leven is eigenlijk vrij kort ergens. Ja. Uh, yeah. Het uh, is ook wel grappig, want op zich... Opnieuw, veel, veel, veel meer oudere mensen in contact komen, geeft u wel de kans om heel veel wijsheid mee te nemen van die mensen die 70, 80 zijn uh, en dat is vaak hetgeen dat je hoort: hè. geniet van dit moment, geniet van je leven, geniet, geniet van je jeugdigheid, want voordat je het weet pof, is het voorbij. En ik okay. uh, denk in die periode ben ik mij echt wel heel hard gaan verdiepen om, om te leven in dit moment, te leven in het nu. Uh, u niet te veel te gaan vragen stellen over wat gaat het straks of morgen zijn, want Uiteindelijk We weten het gewoon niet. Uh, en al hetgeen die gisteren en verleden jaar gebeurd is, het is allemaal gepasseerd. Je kunt er wel uit leren, natuurlijk. Maar... You can change it. Ja, inderdaad. Uh, ja. Uh, en het nooit evident vinden om uh, gezond wakker te worden. En, uh, ja, ja. Ja. Dus in die periode heeft, mij wel, uh, heeft het leven mij wel die lessen gebracht op, op een heel korte periode. Ja. Ja. All right, mooi. Um... Dankjewel om het eerste kant te delen, Vik. we gaan over naar het uh, tweede kantomoment. Uh, dat is in 2012. Ja, 2012. Um, relatie met mijn toenmalige partner was, was net een paar maanden uh, gedaan, of ik, um, dus ik werkte nog altijd in datzelfde bedrijf. Ik herinner mij nog, ik was aan het rijden op de N40. Uh, groot bijhaarde groot tankstation plots om zeven uur. 45 8 uur krijg ik het telefoontje van mijn broer. Uh, ik hoor die niet zo vaak. Uh, en ik hoor een stilte. En ik vraag: ja, waar is er? Uh, en hij begint zo te snikken en hij zegt: Mama, mama, maar hij zegt niet meer dan dit. Uh, uiteindelijk ja, voel ik natuurlijk van: oeh, er is hier iets gebeurd. Uh, bleek dat mijn moeder dus die nacht overleden was. Uh, ze was 51 jaar en ze is van de gevallen. Mijn hoofd euh, tegen een vensterbank gebotst. Op zich, op het moment zelf, blijkbaar niets ernstig dachten ze. Dus ze is gewoon terug gaan slapen, zat wel een, een kleine wonde. Maar blijkbaar, midden in de nacht, is ze beginnen euh, een soort van epilepsieaanval krijgen. Hebben ze, de, hebben ze de mug gebeld. Maar blijkt dus dat ze een hersenbloeding had. En het was te laat. Dus een paar uur later is ze dan effectief overleden. Um, ik had het daarnet over ja, die, die klant van mij uh, die plots overleed. Ja, dat was echt de eerste persoon, zoals ik zei. Maar dat was wel natuurlijk ja, een ander verhaal. Mijn moeder die dan plots overleed. Ik was toen 27 jaar. En dat was wel een nim. Ja, dat was echt wel een grote slag. Uh, ik, ja, mijn moeder opnieuw wat een vrij belangrijke rol. Ik denk voor veel mensen in mijn leven, hoewel dat ik soms vind dat ze mij te los opgevoed heeft. Uh, waarbij dat ik ja, een paar dingen gemist heb, denk ik. Maar goed, ik kan dat allemaal wel zeggen over iedereen. Uh, maar ja, opnieuw een heel belangrijke persoon die dan plots verdwijnt uit je leven. Uh, veel te vroeg, opnieuw. Heel onrechtvaardig. Waarom gebeurt dat? Um, dat was eigenlijk een, uh, een, een ja, groot kantelmoment, omdat ik eigenlijk uh, al heel lang een keer wel gaan reizen, een keer naar Azië gaan. En opnieuw, ik ben sinds mijn zeventiende jaar denk ik ongeveer mij gaan verdiepen in Boeddhisme, niet vanuit een geloofsovertuiging, maar meer de filosofie die erachter zit. En mijn moeder um, was eigenlijk hindoe, um, dus uh, ze was echt wel zwaar gelovig. Ze heeft ons daar nooit niet in betrokken, maar dat was ja, dus hindoeïsme is heel rituelen, uh, heel veel verschillende goden, dus ze ging ook wel. Ik ga niet zeggen alle week, maar wel vaak zo naar hoeden, naar ding doen. En van altijd wel fascinerend om naar te kijken, maar heeft me ook niet echt meer geboeid om daar iets mee te doen. Maar toch, er spelen we er waarschijnlijk wel iets. Uh, en ik herinner me, ik ben wel altijd aangetrokken geweest door zo wel ja, opnieuw het uiterste. Zo van ja, boeddhisme, kloosters, monniken. ik weet dat ik zo vaak tegen mijn ma zei, misschien moet ik dat toch een keer gaan doen. Een keer naar een klooster gaan, een keer. Uh, ja bezinnen en een keer misschien monnik worden of zo en mijn ma had daar constant wel commentaar over van ja nee je mocht dat niet doen en ja, dat zijn ook maar ik, 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 ik zag monniken heel vaak als zo opperwezens hè. want vanuit boeken alles lezen zo heel wijze en mooie verhalen dus ik ging dat heel vaak zo gaan pitchen aan mensen rondom mij of mijn mijn, mijn mijn familie van ja maar ja vanuit het boeddhisme en mijn ma dan altijd zoiets maar ja dat zijn ook maar mensen ja, maar toch. Hè. En ik weet nog een beetje later toen dat mijn mij overleed is. Ja, het was een heel donkere periode en ik had het echt gehad met leven. zo de ene tegenslag na de andere. Um, en toen heb ik gewoon ontslag genomen, uh, rugzak gepakt en ben op ja, ongeveer een, een jaar gaan backpacken. Uh, ja, groot stuk van van de US naar Polynesië, naar Nieuw-Zeeland en zo groot stuk van Azië gedaan. Um, alleen? alleen gaan. Maar, nee, dat was met mijn toenmalige partner okay. begonnen. Maar wel heel vaak. zo Ben ik een stuk alleen gaan doen, zij haar stuk gaan doen. Um, ja, dus een jaar hebben we een ja, beetje elkaar. Uh, uh, ja, het is wel heel intens natuurlijk om met iemand te reizen. Dus af en toe is er een conflict. En dan mm -hmm. denk je van pff, ik ga even mijn weg. En, 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 en dan mm -hmm. komt elkaar wel weer terug. Dus dat was een jaar waarbij ik dan wel uh, lang gaan backpacken ben. Um, en mij terug gaan ja, herbronnen. Um, wat heeft dat jaar met jou gedaan? Och, ja, heel veel. Nu dat je mij die vraag stelt, opnieuw, he, de lessen van het leven. Ik vind het altijd wel uh, uh, boeiend wat dat sommige momenten kunnen, kunnen uh, doen met jou. Ik herinner mij, ik was in Nieuw-Zeeland en um, er was een glas die uh, gebroken is. in mijn hand gebroken. En dus daardoor heb ik een pace geraakt, waarbij ik dus mijn vinger niet meer kon bewegen. Uh, dat bloedde echt wel enorm. En dat was in Christchurch, en dat was het jaar nadat er daar zware aardbevingen waren geweest. Dus dat wil zeggen dat de stad daar nog altijd wel ja, in heropbouw was. Uh, ziekenhuizen werkten maar op halve kracht. En ja, ik moest dus naar het ziekenhuis gaan, want je kunt dat niet zomaar ja, naaien, echt wel onder uh, handchirurgie uh, genaaid worden. En dat heeft ook wel een van de zwaarste impacten in mijn leven gehad. Ik herinner mij, ik was daar um, ergens morgens toegekomen en uh, de verpleegster zei van, oké, okay, kijk, je uh, had moeten wachten tot de arts uh, tijd heeft om jou te komen opereren. Oké, okay, ja, wacht, 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 wacht. Pl Plots wordt het één uur, twee uur, drie uur. En uh, mijn toenmalige vriendin ja, begon zo heel dramatisch te doen van, ja, maar ja, Vicky, als ze dat hier niet opereren, kan het zijn dat je je vinger gaat kwijtgeraken en... Ja, het was echt ineens drama in mijn hoofd. En dus ik ging constant zo achter de verpleegster aan zitten. Van, ja, maar hoe zit het nu? Ja, straks ben ik mijn vinger kwijt. En, ja, sorry, maar ja, we werken op halve kracht. Dus we nemen nu echt wel de heel belangrijke uh, gevallen voor. Zullen en, jullie ja, dat weten? Van, ja, je vinger is eigenlijk niet zo belangrijk genoeg. En, ja, gewacht, gewacht, gewacht. En plots wordt het zo'n zes, zeven uur. Dus ik zat daar meer dan tien uur te wachten. Ik herinner mij nog, ik ging naar, naar een zaal. Um, waar een vrouw aanwezig was. Die had zo'n bakster en die had zo, ja, haar vel en haar keel hangde echt heel laag. En die begint mij zo wat uit te vragen: en hoe wist en waarom zij het hier? En, en, en ik begin zo heel mijn beklaag te doen: ja, en ik ga mijn vinger kwijtraken. en dit is gebeurd en drama, drama, drama. Misschien tien minuten, een kwartier dan een stuk. En ik stel niet eens een vraag hoe dat met jou gaat, waarom dat jij hier bent. En na een tiental minuutjes of zo, denk ik van, oh ja. Hoe is het met u eigenlijk? Ah ja, goed, zegt ze zo heel rustig. En ik zei, waarom ben jij dan hier? Ah ja, zegt ze, ik, uh, ik ben ziek. Ik zei, en, en, wat gebeurt er en wat heb je? En, en waarom? Wat, wat is er? Dus ik begin zo wel wat vragen te stellen en die, 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 die blijft zo wat terughoudend. Maar op een bepaald moment zegt ze van ja, mijn dagen zijn geteld. Ik zei, wat? Ja, ik heb keelkanker, het is ongeneeslijk, zegt ze. En het is een kwestie van dagen of weken. En ik viel gewoon achterover. En ik dacht: van, shit, ik ben hier gewoon een beetje drama aan het doen voor met een vinger die ik misschien wel, misschien niet zou kunnen verliezen. En dan zit er hier iemand voor mij die heel rustig, die echt wel begaan was met mij, die, die echt heel compassioneel was. Van, allee, en ze was echt begaan met mijn vinger en, oh, en ik hoop dat het goed gaat. En, en, maar dat komt wel goed en ze was mij wel echt aan het troosten. En dan zit je daar van: ah ja. Die mevrouw is hier gewoon aan het wachten op het einde van haar leven. Ik ben misschien ja, een vinger kwijt. En opnieuw, zo, dat heeft me wel een hele harde les gegeven van ja, wat, wat je ook denkt mee te maken. Er is altijd wel erger. En oké, okay, het is allemaal maar perspectief natuurlijk. Hè, maar het is wel belangrijk om daar steeds bij, bij, bij te blijven stilstaan. Van, ja, ook al gaat het niet goed... Probeer er ook het goede in te zien en probeer het gewoon te aanvaarden. En um, het is grappig, want nog geen vijf minuten later komt die arts dan plots binnen: Hé, hey, ben jij Vicky? Ik ben er om je te opereren. Mm -hmm. Dat is zo opnieuw zo een moment van: Oké, okay, ik moest dit meemaken, precies. Mm -hmm. om, om, om te gaan beseffen: Oké, okay, blijf maar met beide voetjes op de grond. Wees niet te dramatisch. Um, aanvaard het leven zoals het is. Um, Weet je, er is zo een, een, een Latijnse spreuk, eh, Amorfati, het leven voor, eh, liefde voor het lot. Dat blijft me wel bij. Eh, ja, van, vanuit die zoektocht naar wie ben ik eh, sinds mijn zeventien, eh, zeker naar het rondtrekken in Azië. Eh, die vraag wie ben ik, is iets die mij heel hard eh, bezig gehouden heeft en Een um, ja, moeilijke vraag om te beantwoorden, sowieso. Allee, ik weet het nog altijd niet en ik heb heel veel van die grote gurus die daar jaren mee bezig zijn, die het ook niet weten. Nee. Maar één ding geloof ik wel. is, ja, Je moet gewoon vertrouwen in het leven en, en um, vertrouwen in mensen rondom u, vertrouwen in je ja, gevoel um, van wat het leven jou kan komen brengen. Um, en met die ingesteldheid ben ik dan teruggekeerd naar België. Um, heb ik toen een job gevonden in de trapliftindustrie. Een beetje aanvullend met wat ik voordien deed, maar dan net een ander publiek. Er waren meer senioren mm -hmm. die dan langer thuis willen blijven wonen en uh, die dan niet meer ja, boven geraken of terug naar beneden. En een traplift nodig hebben. Uh, en opnieuw. Ik ga bij de klanten en ik merk opnieuw diezelfde problematieken. Mensen die wel boven geraken met de traplift op dat moment maar die dan plots een probleem hebben in de badkamer. En ik stelde weer diezelfde vragen zoals ik daar zoveel jaar terug moest stellen. Ja, maar waarom doe je niks met je badkamer? Ja, maar ik vind niemand. Ja, maar ze hebben geen tijd. Ja, maar het is een te kleine werk en ze zien dat niet zitten. En mijn hoofd begint weer te tonen van... Ah, er is eigenlijk nog een doelpubliek die met die problematieken zit, waar dat eigenlijk niet echt een antwoord op bestaat. Um, ik heb mij heel hard geamuseerd in die sector. Uh, en ik heb toen wel in, in het bedrijf... Uh, ik had anders vertellen. Ik had een goede maat. Of ik heb een goede maat, uh, waarmee ik vaak zo mijn ideeën besprak. Van, hey, wat denk je? Is dat geen goed idee? Is dat geen goed businessmodel? En toen herinner ik mij dat hij zei... Dat is echt een fantastisch idee, Vicky, die badkamer. Dat is iets. Het is blijkbaar al twee keer iets geweest. Of ja, ja het is blijkbaar al twee keer iets. Uh, misschien moet je daar iets mee doen. Misschien moet je dat pitchen in het bedrijf waar hij nu werkt. Dat was een ja. multinational... Ze hebben veel tentakels, dus ze kunnen overal gemakkelijker gaan schakelen. Ik vertrouwde het niet honderd procent. Um, omdat ik ook wel af en toe mijn vragen bij had bij hun manier van werken. En toch heb ik het wel losgelaten en gepitcht van... hey padkamer. Zou dat misschien niet zijn? Ze hebben dat wel aangenomen, maar ze hebben daar niet direct iets heel hard mee gemaakt. Want core business was, uh, was trapliften natuurlijk. Mm. Twee jaar later, met stiefpouw verleid. Dus dat was weer zo... Een klets in uw gezicht. Um, opnieuw, ik was heel hard, zeker gezien die ene reis, met, 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 met boeddhisme, meditatie, yoga bezig. En toen had ik het volledig gehad. Ik dacht van, weet je, die businessleven, dat is toch niet voor mij. Ik krijg het niet voor elkaar om, om het zelf te gaan starten. Het idee, leeft hier wel de badkamers, maar ik krijg het niet voor elkaar om, om mijn idee, om dit bedrijf op poten te stellen, te gaan... Uh, te gaan uh, ja. Te gaan waarmaken. Het leven kon mij iets anders vertellen. Weet je, ik geef gewoon weer alles op. Ik heb toen weer alles verkocht. Ik had toen geen relatie, dus dat was wel vrij gemakkelijk. Ontslag genomen, terug naar Azië vertrokken, deze keer voor een paar jaar, mm -hmm. met het idee om effectief mij te gaan verdiepen als monnik, effectief in, 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 in Theravada-boeddhisme. Ik ben echt in een klooster gaan leven met Thaise monniken, onder andere, maar dan ook in andere kloosters. Um, Heel leerrijk, maar toen ben ik echt van een koud teruggekeerd van wat boeddhisme of, of monniken eigenlijk echt wel zijn. Hetgeen dat mijn moeder zoveel jaar geleden zei: het zijn ook maar mensen, heb ik toen echt wel heel hard geleerd. Eh, ook al geven die eh, mannen voornamelijk eh, alles op, eh, ze leven daar dan in een, in een, in een groep, eh, maar ze hangen dan weer vast aan andere zaken, zoals. Hoe lang ben je al monnik? Uh, en, en, en het speelt wel. Hè? Ben je bijvoorbeeld al tien jaar monnik? Dan heb je echt al een titel. Hè? Dan heb je Met je meer status. Ja, ja zeg, dan uh... meer voor het zeggen dan iemand die nog maar zes, zeven jaar monnik is. Ik ben ik ook zelfs zo in een spel beland tussen twee monniken, waarvan de ene aan het liegen was, hè, mij opdracht gaf om iets te doen, de andere zei: maar ja, Je mocht dat niet doen. Ik zei: maar ja, maar Hij heeft mij gevraagd om dit te doen. En dan bekijkt hij je recht in de ogen. Dat is niet waar, ik heb je dat niet gevraagd. En dan denkt hij van. Eh, wacht, dat kan toch niet? En dan krijg je als antwoord van eh, het hoofdmonnik, maar het is een monnik, hij mag niet liegen. En omdat hij niet mag liegen, heeft hij dus niet gelogen. En dus, dit soort spelletjes heb ik echt heel vaak meegemaakt, eh, of andere zaken waarbij ik heel teleurgesteld was in, die, eh, ja, in het boeddhisme. Mm -hmm. Maar uiteindelijk dacht ik, van, het ligt hier misschien aan deze school. Ik ben dan aan een andere school geweest, dat mm -hmm. het was hetzelfde. Ik dacht van, het ligt misschien aan Thailand, ik kan naar een ander land gaan. Dat was ook hetzelfde. En dan dacht ik van, oké, okay, mijn geloof in, in, in de mens is gewoon, ja, pff, het is er niet meer. Ik was echt wel heel verloren gelopen toen. Ik wist het gewoon niet meer. Ik dacht van, wat moet ik met mijn leven gaan doen? Ik dacht van, oké, okay, ik had het misschien hiermee gaan, gaan, gaan vinden. Ik vond het dus niet. Um, en ja, ik ook. Ik ben echt wel heel diep gegaan in die periode. Zo echt alles... Ja, of toch belangrijke mensen in je leven verliezen. Uh, er is dan ook een kleine erfeniskwestie geweest waar ik totaal niets mee wou hebben. En omdat ik in Azië was, geen papier kon tekenen, familieleden die echt nieuw lastig waren om een paar duizenden euro's. En dan dacht ik van... Dat interesseert me niet. Pak het. En, weet je, en toen heb ik dat ook moeten meemaken, wat dat geld met mensen kan doen. En, ja, heel zwaar teleurgesteld in de mensheid en, en, en mijn plaats proberen zoeken. Um, en ook opnieuw die, die heel belangrijke vraag voor mij: dan toch, ja, wie ben ik? Wat, wat is mijn plaats in het leven? Wat moet ik doen? Um, ik ben dus heel depressief terug naar huis gekomen, of toch naar België gekomen, om een visum aan te vragen om naar India te gaan. Ik dacht: van, ik ga naar India gaan. Back to the roots. Hè. Ik heb daar overgrootouders. Um, misschien ga ik het daar gaan vinden. En ik herinner mij, um, dus in Gent, ik, 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 ik verbleef bij, bij vrienden, hè, dus ik had geen huis. In afwachting om mijn visum aan te vragen. En uh, ik sprak met een vriend af die over een wijze man in het Gentse sprak. Joao, zegt hij. Ja, ik, ik zei, wie is dat dan? Ja, zegt hij. Ik heb er gehoord van verschillende mensen. En hij leeft in het Muinkpark in Gent. Ik zei, wat in het park? Ja, zegt hij, dat er een keer mee moet gaan babbelen. Een heel inspirerende man blijkbaar. Okay, ik doe er niet te veel mee. Toevallig moest daar zo ergens langs uit, uh, passeren ik dacht, ik ga toen een keer gaan kijken, Muenkpark, misschien is die hier. En, weet je, ik ben zo, ja, opnieuw vanuit mijn zoektocht naar die spirituele man, vrouw, whatever, maar die spirituele persoon die mij kon leiden al die jaren, alleszins. Maar dat was een heel stereotypisch beeld van wie die persoon moest zijn. Zo'n oude man, lang, grijs, wit, baard. baard ja. Echt, dat was het beeld die ik voor ogen had, maar die ben ik nooit tegengekomen in al die jaren. Dat waren allemaal... Normale mensen, wel veel wijsheden, maar omdat ik telkens op zoek was naar die persoon, heb ik nooit veel aandacht gegeven aan die wijsheden die ik toen kreeg van al die mensen. En dus ik kom daar op het bankje naast die man in het park en ik bekijk hem. En hij bekijkt mij zo mega intens gedurende zo'n 20, 30 seconden. En dan doet hij het teken van oké, okay, zet u maar. En hij pakt zo mijn hand en hij kijkt mij weer zo heel intens en zegt hij, wat kan ik voor jou doen? ik zei ja ik weet het niet zei mij gewoon gezegd dat ik hier een keer moest komen om mee te babbelen ah ja zegt hij babbelt dan maar ik wist echt niet wat ik moest zijn ik stond daar dan zo heel perplex van waarom moet ik hier nu zijn zegt hij ja moet je ook praten in stilte ik dacht waar heeft die mensen het hier over en dat heeft niet zo lang geduurd ik denk, ik denk ik denk vijf zes minuutjes maar ben ik daar geweest en dan na vijf zes minuutjes zegt hij het is goed vertrek maar ik zei vertrek maar. Ja, nee, zegt hij. Ga maar. Het is goed geweest. En ik zei oké, okay, ik snap het niet goed, dus ik sta recht. Ik stap dus zo richting de, het huis waar ik dus toen verbleef. Dat was echt zo tien minuutjes stappen. En op weg daar naartoe denk ik van fuck. Ik ben zo echt jaren in Azië gaan reizen, in verschillende landen. Ik wil nu naar hè, India gaan om het daar te gaan zoeken. En dan zit er hier zo in Gent, in Gent <laughs> iemand... Die mij eigenlijk het gevoel heeft van... Of toch het gevoel van, van, van die spirituele man die mij wel wat wijsheid kon brengen. Die mij kon zeggen wie ik ben. Die mij kon zeggen wat ik moest doen in het leven. Dat gevoel kreeg ik van hem op die paar minuutjes tijd. Dus ik ben nadien wel een paar keer met hem gaan praten. Ik herinner mij ook dat hij zei van... ja Vicky, als je wilt ben ik je een berg. En je een oude guru die ginder in een klooster leeft. Zie mij dan als die persoon. En, en aanvaard het dat het hier ook kan zijn. Maar aanvaard voornamelijk dat het in de eerste plaats bij jezelf is. Uh, zegt hij, keer een keer terug mentaal naar al die gesprekken, al de mensen die je al die jaren hebt uh, ontmoet. En probeert overal ja, te gaan nemen wat, uh, wat dat ze je wouden vertellen. En probeert mij eruit te halen, want ik ben niet de spirituele man of ik ben niet zo groot en wijs. Zegt hij, je kunt de waarheid bij iedereen, maar voornamelijk bij jezelf gaan terugvinden. En ja, hoewel hij de man gelijk had op dat moment, je wilt dat ook niet echt, echt aanvaarden. Dat is een proces. En uh, naarmate dat de maanden verder gaan, dus ik ben toen ook lang in, in uh, India gaan reizen en nog andere zaken gedaan. En ja, dan begint alles wel zo wat te sijpelen. Mm. Um, heel intense jaren alleszins. Dus dat was wel mijn tweede kantelpunt: mm. um, de herontdekking van Vicky, eigenlijk. Um, niet zozeer van wie ben ik eigenlijk, want opnieuw, ik weet het nog altijd niet, maar meer de aanvaarding van wie ik op dit moment denk te zijn. Uh, mm -hmm. En wat ik op dit moment denk te zijn, doet er eigenlijk zelfs misschien soms niet toe, want iedereen gaat er ook zijn mening over hebben, over wie ik ben en hoe ik overkom. Um, mm -hmm. En je kunt, er, je kunt er ofwel heel je leven mee bezig zijn, met hoe andere mensen je percipiëren en wat andere mensen over je nadenken en daar heel ongelukkig mee zijn, of je kunt gewoon aanvaarden dat je bent wie dat je bent en... Zoveel mogelijk het beste proberen te maken van het leven. Ja. Dat is wel de harde les die ik toen geleerd heb. Eigenlijk. Mooi. En voor de mensen die niet echt vertrouwd zijn met het boeddhisme, hè, misschien kort: wat is het boeddhisme? Wat zijn een aantal fundamenten of uh, levensfilosofieën? Ik had me één verhaal vertellen vanuit het boeddhisme. Ik vind het echt een van de mooiste verhalen. Um, er zijn twee monniken die plots um, een rivier willen oversteken en ze zien daar in de verte een vrouw die. Niet door de rivier over te steken. Dus een van die twee monniken zegt: van, Weet je wat? Ik ga die vrouw gaan helpen. Hij gaat bij die vrouw. Zegt: Mevrouw, zal ik u anders dragen om de rivier over te steken? Dus hij draagt die vrouw, pakt die vast en steekt de rivier over. Okay, dus de twee monniken gaan dan verder. En na een paar uur stappen in stilte, zegt die tweede monnik, ik vind het eigenlijk niet tof dat je die vrouw gedragen hebt om de rivier over te steken. Want je weet, we mogen geen vrouwen aanraken. We moeten in het reine blijven. En dat is niet goed voor ons karma. En die tweede monnik zegt dan, of die andere monnik die die vrouw gedragen heeft, zegt dan: Wie draagt er die vrouw nog altijd? Ik of jij? Ik heb ze al lang losgelaten aan de overkant van de rivier. En dat is het boeddhisme, leren loslaten. Ook al zijn er bepaalde dingen die niet mogen. Gedaan worden of, of, of die niet echt aanvaard worden. Soms moet je dat gewoon doen. En um, is het daarom slecht? Nee. Um, boeddhisme is gewoon aanvaarden dat dit moment gewoon dit moment is en dat je soms dingen tegen de regels in moet gaan doen om, om net die mevrouw daar te gaan helpen op dat moment. Uh, maar laat het dan ook gewoon los. Je hebt het gedaan om iets goed te doen, wat vanuit het boeddhisme misschien niet oké okay is hè? als man. Een boeddhistische man of monnik, alleszins, eh, mocht sowieso dus echt geen vrouwen aanraken, omdat ze geen... Eh, hij zou een celibaat zijn. Maar allee, ja, het vrouwen aanraken op dat moment om een rivier over te steken, heeft daar helemaal niets mee te maken. En, eh, en dan heb je een andere monnik die dan zo heel... Ja, narrow thinking, denkt van... Nee, dat mag allemaal niet, dus ik ga dat niet doen. Maar dan blijft hij daar constant mee bezig. Dus boeddhisme voor mij is geen geloof sowieso... Misschien ook niet echt een spirituele overtuiging. Dus het is ja, iets tussen spirituele overtuiging voor mij, alleszins, en, en, en uh, filosofie. Mm -hmm. Het is echt een levenswijze. Leren loslaten, leren in het nu te leven. Um, want op zich, ja, wat noemt het om constant te gaan pikkeren en, en, en kwaad zijn? Hey, kwaadheid bijvoorbeeld. Ja, Oké, okay, je kunt wel even kwaad zijn en gebruiken als een energie, maar um, mijn huidige vriendin zegt constant: van ja, allee het leven is te kort om kwaad te zijn. Want doet het moet even om kwaad te zijn? Stop het. Allee. Uh, dus inderdaad, hoe meer dat ik vanuit... Opnieuw filosofie... Uh, boeddhisme is ook voor mij meditatie. Gewoon leren op dit moment aanwezig te zijn. Aandacht geven aan mijn ademhaling. Uh, ik denk dat boeddhisme voor heel veel mensen verschillend kan geïnterpreteerd worden. Voor, voor heel veel mensen in Azië is het echt een geloof, want ze geloven dan dat Boeddha een god is. Hoewel dan dat, dat Boeddha zichzelf nooit geen god heeft gevonden. Voor mij is dat ook totaal geen godsdienst. Dus ik denk dat boeddhisme wel voor heel veel mensen verschillend kan zijn, maar opnieuw, voor mij is dat meer een, een levenswijsheid om leren in het nu te leven en, en dingen aan te zoals ze zijn en, en proberen zo... Authentiek mogelijk te zijn en, en um, dit ook zo mee te geven aan de mensen. Ja. Mooi. Dankjewel om even het Boeddhisme ja. wat, meer, uh, wat meer te kaderen. Ja. Dan is het uh, tijd voor het uh, derde kant op moment, Vicky, en dan gaan we naar 2021. Ja, 2021. Het um, bedrijf bestaat dan officieel tien maanden ongeveer, dus in oktober 20 begonnen. We zijn uh, juli 21. Uh, ik ben met dus mijn paar maten gaan fietsen. En uh, Vlaam Sardinnen, kom s'avonds terug thuis. En ik voel zo gelijk een knobbeltje in mijn tepel. En ik zeg nog tegen mijn vriendin van, allé, wat is this? Heb je als je zo fiets, dus wel van die eh, fietskleren uh, Dus ik zeg, ze, ja, waarschijnlijk door de wrijving van lang te gaan fietsen. Ik zal er mij niet te veel zorgen in maken. Maar opnieuw. Mijn gevoel. Buikgevoel. Ja, zo van Vicky, het klopt gelijk niet. En hoewel dat ik mijn eigen nood niet zo ga aftasten, ben ik dat wel beginnen te doen in die periode. En ik voelde toen zo een knoppeltje in mijn teelbal. Ik zei opnieuw tegen Linde: van, Alleh, wat is dit? Ik maakte me echt zorgen. Het eh, buikgevoel die zegt van er is iets. Eh, ja, oké, okay, ik zal er mij ook niet te veel zorgen in maken. Maar ga misschien toch bij de huisarts. Je kunt maar een keer gaan, gaan, gaan luisteren eh, wat het is. Een huisarts, opnieuw, ik maak er mij niet te veel zorgen in. Maar ze heeft wel de reflex gehad om te zijn: ga maar naar het ziekenhuis om. Um, uh, wat is dat een ichografie te gaan nemen? Ze dus gaan naar het ziekenhuis, we zijn ondertussen nog augustus. Uh, mega joviale uh, dokter begint zo te kijken, is zo aan het praten. En. Um, wow, ja, een beetje een opgezolen tepelklier, geen probleem, je moet er niet te veel zorgen in maken. We zullen nu naar de teerbal gaan kijken. En plots wordt hij zo heel stil. Ja, dat, dat doet ook wel iets. Want je denkt van, allez, van zo heel joviaal, heel vriendelijk naar plots niks wij zeggen. Ja, zegt hij, uh, kledie u maar aan, ik ga een keer moeten overleggen met een collega. Okay, ik probeer me nog niet te veel zorgen te maken, maar hij uh, voelt wel toch al wel een bui hangen. Ja, zegt hij plots, uh, hij komt terug, mijn collega zou je toch een keer willen zien. Uh, binnen een half uur kan hij uh, je uh, zien in zijn, uh, zijn bureau. Wacht daar een half uur. Komt er bij hem terecht. Oké, okay, leg je daar maar neer, kan ik je kijken. Ja, zegt hij plots, uh, dat is niet goed. Hè? Ik zei, ja, wat wil je daarmee zijn? Het is niet goed. Ja, ik leed u weer staan en ik zal u wat meer uitleg geven. Ik me aan. En wat bedoel je met is niet goed, vraag ik hem zo. Je hebt kanker? En dat was weer een uh, klap in je gezicht. En dan denkt hij van, oef, wat, kanker? Uh, <laughs> ik herinner mij nog dat moment dat ik zo een beetje in een soort van um, in een psychose beland ben. Ik dacht van oké okay. en nu komt de camera, u vertellen van haha, het is maar een grap. Ik, ik, ja, ik was volledig gedisconnecteerd met de wereld op dat moment van eh, kanker, wat gebeurt er hier? Um, en ik vraag hem van ja, maar hoe zie je dat dan? Ja, dat moet zo snel mogelijk geopereerd worden. Ik oké, okay, ja, wanneer kun je kunt opereren? Zeg ik, ja, dat gaat bij mij niet meer lukken, want mijn agenda zit vol de komende weken. Komende weken? Wanneer moet dit dan geopereerd worden? Ja, zo snel mogelijk. Ik zei, wacht, dus wanneer kunde hij? Ja, het eerstvolgende dat, dat, dat ik zou kunnen, is pas binnen twee weken, zegt hij. En dan ben ik echt in elkaar, ge, ja, in elkaar gevallen, want dan denkt ze: van, twee weken is te lang. Een collega van u moet opereren. Waar heeft hij het over? En... Ik kon echt geen vragen meer stellen. Ik stond daar van, oké, okay, doe maar, ik weet het niet meer. En toen opnieuw hè, de impermanentie van het leven, vaak geconfronteerd worden in mijn uh, toenmalige job met mensen met kankers of met andere ziektes. Op dat moment reflecteerde dan bijzelf van, vaak, het is gepasseerd met leven. Uh, en dat was wel straf. Hoewel dat teelbalkanker wel goed te genezen valt, wist ik dat op dat moment niet. Uh, mm -hmm. En, en ja, dan worden we wel keihard geconfronteerd met: fuck, ja, hier sta ik dan. Uh, hoe lang heb ik nog te leven? Al die mensen die ik ooit ontmoet heb, of die mevrouw daar in Nieuw-Zeeland, terminaal zijn, is het weken, is het maanden, je weet het niet. En dan komen ze thuis toe en, en dan vertelde dat. En, en ja, dat was, dat was een van de zwaarste momenten uh, van mijn leven, denk ik toch. Um, het bedrijf was nog maar tien maanden jong. Ik had het geluk dat ik juist een paar weken daarvoor besloten had om met iemand in zee te gaan om mij te helpen het team te versterken. Um, om, om, om sales eigenlijk uh, te, gaan, te gaan binnenhalen. En ook een paar weken daarvoor iemand anders die net had besloten om vol tijd voor ons uh, installaties uit te voeren. En echt kwestie van weken had ik die beslissingen toen niet gemaakt, ging dat op die waarschijnlijk niet bestaan hebben. Mm -hmm. En opnieuw het feit van de, de de gut feeling en te vertrouwen van oké, okay, hoewel dat ik niet echt een heel goed gevoel had bij de persoon die ik toen in dienst genomen heb, werd ondertussen zelfs niet meer bij ons, was dat wel de juiste persoon op dat moment. Nee, ja. Ja. Um, en hoewel dat mijn hoofd zei van ja Vicky, het is niet oké, okay, het gaat niet de juiste persoon zijn, mijn gut feeling die zei van doe het. We zullen dat wel zien. En een paar weken later kreeg ik dit te horen. Um, gelukkig, uh, of misschien niet gelukkig, maar ja, gelukkig is het wel goed te genezen. Um, maar dat wist ik toen niet. Um, op een paar dagen tijd heb ik heel veel onderzoek moeten laten doen. En ik wilde dan ook zo'n second opinion. Maar dat was veel te kort op elkaar. Dus ik kon niet, niet zomaar naar een ander ziekenhuis gaan. Um, hoewel ik wel een second opinion had heb, um, uh, van andere ziekenhuizen. Bleek dan de kanker, uh, hoeveel was het nu weer? Wacht, uh, in het de derde stadium te zijn. Dus we spreken van vier stadia's, mm -hmm. waarbij dat vier in je hersenen zou uh, uitgebreid zijn. En uh, drie tot aan je longen. Twee is dan lymfeklier. En één, is ja, er is een vaststelling. Dus in mijn geval was het blijkbaar drie, omdat er dus zat, zat een, een, een knobbeltje ontdekt in mijn longen. En dan denk je van, wauw, wat is dat hier? Wat gebeurt er hier allemaal? Uh, maar ik herinner mij nog die eerste dagen dat ik dacht: Oké, okay. binnenkort is het dan waarschijnlijk gedaan. En met een bepaalde rust kon ik wel terugblikken naar, naar mijn kort verleden. Hm. Um, en ik kon wel zo eigenlijk met een vrij blij gevoel zo zeggen: van, oh, weet je, als het zo is, ja, dan is het wel zo. En het enige wat ik dan nog kon bedenken van wat wil ik nog echt doen in mijn leven, was simpelweg van oké, okay, ik stop dan gewoon met alles. Ik koop mijn camper van. ik ga een beetje reizen. Ik, ik klim heel graag. En ik dacht van oké, okay, ik ga gewoon met een paar maanden gaan klimmen met mijn vriendin, we zijn dan weg. En dan doe ik dit tot het gedaan is, maar er was zo geen diep verlangen in mij um, wat ik nog moest doen in het leven of zo. Er was zo niet echt iets die ik nog moest uh, waarmaken. En dat gaf me wel een, een, een vredig gevoel eigenlijk. Oké, okay, eigenlijk ook al zou ik morgen moeten vertrekken, uh, ik, ben wel, ik ben wel tevreden met mijn leven tot hiertoe. Opnieuw, hetgeen die ik in het begin zei, ik ga heel graag tot het uiterste in alles. Ik denk dat ik op mijn jonge leeftijd al uh, mag tevreden zijn met het leven dat ik gehad heb. Uh, ook al heb ik nu een fantastisch nieuw... Ja, iets die op mij komt, hè. De, 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 mijn zoontje van acht maanden op dit moment. Dat is ook wel iets fantastischs die ik wel nu wel keihard wil gaan beleven. Maar daarnaast is er niet echt een diep verlangen die nog aanwezig is. En wat kwam mij die, uh, of mijn derde kantelpunt zeggen, is dat, dat, dat ik wel eigenlijk een tevreden mens ben. Ik uh, ben misschien niet altijd heel gelukkig, maar wie is dat wel? Maar ik ben wel heel tevreden met het leven of met mijn leven op dit moment. Uh. En opnieuw, voila, dan ga je plots van de ene operatie naar de andere, chemotherapie. Dus ik ben echt zo zes maanden knokkoud geweest. Um, maar ja, die onrechtvaardigheid weer, hè. wat kon mij dat zeggen? Waarom? Mm -hmm. ja, daar heb je gewoon geen antwoord voor. Hè. Je hebt mensen die al het geluk van de wereld hebben, je hebt mensen die al de pech van de wereld hebben. Moet je eigenlijk gaan, gaan vergelijken met andere mensen? Dat brengt niet op. Uh, mm -hmm. Goed om bij jezelf te gaan stilstaan en te gaan denken: van oké, okay, wat doet dit met mij opnieuw? Wat doet dat met mij ten opzichte van mijn omgeving? Maar ik ging me dan ook niet gaan weerspiegelen of, of gaan vergelijken met andere mensen. Mm -hmm. Dat is dan ook wel de les die ik bij mezelf heb uh, geleerd door, door mijn traject: om niet te veel te gaan vergelijken, want het maakt toch niet uit. Mm -hmm. Er is altijd beter, er is altijd slechter. En allez, dan ben ik wel dankbaar dat ik al die lessen heb moeten leren om op dit punt. Um, dit te kunnen meemaken en dan vanuit een positief mindset te kunnen gaan zeggen: van oké, okay, weet je, het is wat dat is. Ik mag blij zijn dat ik hier in België geboren ben en niet ergens in de broesem, want dan ging ik waarschijnlijk wel uh, dood zijn. Dus ons, ons medische wetenschap heeft ervoor gezorgd dat ik dus dankzij de operaties en, en de chemotherapie wel genezen ben. Um, maar ik denk ook mijn, mijn, mijn wilskracht om ervoor te gaan. Dus Ik herinner mij in het ziekenhuis, ik ging alle dagen naar de revalidatieafdeling om te gaan sporten. Ook al was ik volledig knock-out van die chemo. Ik ging dus naar beneden om wat ik kon te gaan lopen, een beetje krachttraining te doen. Um, dat die mensen mij allemaal zo'n beetje als de zot zagen. Van, allee, zou niet wel rusten? Ik zei, nee, 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 nee. nee. Eerst twintig minuten, een half uur sporten. Um, en ook, ik, ik, ik denk ook het feit dat Adapté toen al iets was, omdat er een aantal mensen waren, uh, heeft mij ook wel geholpen natuurlijk. Dus ik kon mm. daar ook wel mee bezig zijn. Al die energie die ik over had, ging daar naartoe. Mm. Um, dus ik had wel iets om, om, om mee bezig te zijn. Um, ja, sport en, en Adapté. En, en mijn partner die mij ook wel heel hard gesteund en geholpen mm. heeft. Want hoe, hoe relatief is, is het bedrijf dan als je kanker krijgt? Ja, dan maakt het allemaal niet meer uit, hè. Ja. Opnieuw, ik ben wel heel blij dat, dat, het, uh, dat het dan wel al bestond. Want hmm. ik denk... Allez, in, mijn, in mijn vorige job bijvoorbeeld, ik verdiende daar echt wat mensen in enkele maanden pas verdienden per maand. En dat maakte me echt niet gelukkig. Hoewel dat vaak mensen opnieuw hè, het geld... Hoewel dat vaak mensen zo gejaagd gaan naar geld en ik wil zoveel mogelijk en... Mij heeft dat nooit echt geboeid. Eigenlijk. Ik nu veel geld of weinig geld verdiend. Het, het is meer wat ik doe, um, die mij eigenlijk uh, voedt. En ik was daar echt ongelukkig. Ook al had, ik, al, al had ik daar een mooie functie, ik werd gewoon niet gehoord en gerespecteerd. Ja. Um, en dat was ook de reden waarom ik daar gestopt ben, eigenlijk. Um, en ik weet nog dat, dat, dat mijn vriendin zei: Vicky. Gewoon iets anders. En zij heeft dan ook wel duken gegeven om, om Adapté te kunnen starten uh, in 2020. Maar ik durfde ook weer niet, omdat het ook wel te groot was in mijn hoofd. Maar ik ben echt wel blij dat ik het had. Was ik waarschijnlijk. Uh, allez, was ik in een ander job. Zoals toen nog aan het werk tijdens uh, mijn kanker. Ik denk dat dat wel waarschijnlijk moeilijker ging zijn. Mm -hmm. En waarom heeft het zich dan wel de derde keer gemanifesteerd? Je had al een aantal pogingen gedaan om zo 2007, 12. Mm. Ja. Wat was zo de reden dat het zich, vraag, ja. zich dan wel manifesteerde in 2021? Uh, even terugkeren. Inderdaad, hey. ik ben na mijn zoektocht naar wie Vicky is terug naar België gekomen met de gedachte. Uh, dat is nog een van mijn volgende doelstellingen. Een soort van center, zal ik het niet noemen, een misschien ergens. Om mensen te gaan inspireren vanuit mijn ervaring alleszins, vanuit het proberen hier en nu te zijn, boeddhisme, uh, meditatie, yoga. En dus mensen te gaan inspireren. Dat was eigenlijk ergens mijn doel om dit te mm -hmm. gaan. Ja, Proberen waarmaken, een bedrijf te gaan daar rond creëren. Dus een keer terug naar België, een beetje terug opgeladen. Okay, ik wist nog niet goed hoe en wat. En ik werd door een van mijn ex-collega's gecontacteerd, waar ik dus in die trapliftensector gewerkt heb en waar ik die badkamer zo wat gepitcht had. Um, met de boodschap of met de vraag van Vicky. die badkamers zijn hier keihard aan het boemen. Zou jij ons niet kunnen komen helpen vanuit uw ervaring en, en om, om, om ons daar te helpen mee in te groeien? Ik heb toen een waslijst aan eisen gesteld omdat ik toch niks te verliezen had en ik wou toch niet echt gaan werken. Dus ik dacht, ik kan maar heel veel vragen, we zien wel wat er gebeurt. Ze hebben alles aanvaard. Ik ben dan terug in, in mijn vorige bedrijf dus gaan werken. Um, maar het voelde niet correct aan. Ze verkochten badkamers maar op hem. maar vanuit een, een, een verkeerd ethisch perspectief voor mij dan toch. Um, en het voelde niet oké okay aan om het zo verder te doen. Um, en ik weet nog, opnieuw, vanuit de frustratie, mijn vrienden of mijn partner zeggen van ja, het voelt voor mij niet goed aan hoe, dat ik, hoe, hoe dat het hier gebeurt. Het is, het, is, het is alleen maar hoge cijfers, alleen maar conversies, alleen maar dit, maar het menselijke aspect ontbreekt. En dat is net het drijfveer waarom ik het zou willen doen. Omdat mensen wel centraal staan, zowel stuk straks iets doen rond vertreidjes of zo. Het is ook voor mensen, bedrijf. Die nu bestaat, adapté, is ook voor mensen, dankzij mensen. En daar was dat helemaal verloren. Het was echt alleen maar om geld en conversies en cijfers. Dus het voelde echt niet goed aan. En ik herinner mij dat ik zo keihard weer mijn nieuw businessplan aan het opmaken was. Corona gebeurt en dan heb je plots een zee aan tijd. Um, ook voor ons was het moeilijker uh, om op de baan te gaan. Ziekenhuizen, klanten, allemaal terughoudend. En. Um, ik herinner mij dat ik met mijn partner alles besprak. Van ja, eigenlijk moest ik het straks doen, dus en zo en zo. En, en. Maar ik durfde nog altijd niet. En dus ja, Linda stimuleerde me wel om toch proberen te gaan, om toch verder te gaan zoeken. Omdat ze mij wel deden inzien, hoewel ik in een gouden kooi zat, ik totaal niet gelukkig was. Ja. En ja, op een bepaald moment kwam ik in contact met uh, de oprichter van de, de Assistep, dus die traphulpmiddel. En ik vroeg me, ja, waarom, waarom verdeel jullie dat alleen niet in België? En misschien kan ik jullie daar wel in helpen. Ik kom uit de trapliftensector. En dat is dan wel de kans gegeven. Uh, hij, hij heeft mij wel de kans gegeven om het product hier in België te kunnen verdelen. En dat heeft mij dan wel de stap doen zetten om en de Assistep en de badkameraanpassingen uh, ja, op de markt te gaan brengen. En ja, de rest is history. Het juiste moment. Ja inderdaad, ja, de juiste ja, moment ja, ja, inderdaad. En op het derde moment, uh, kan het moment afsluiten, Vicky, hoe gaat het op vandaag met de functie van de kanker? Maar, ik voel me al sinds heel gezond. Uh, de uh, opvolging is nu dat ik wel ieder jaar, vijf jaar lang is dat dan, um, moet gaan uh, alle, bij, de, bij de artsen gaan. Op dit moment ziet het er allemaal goed uit, een paar ja. weken terug. Een uh, paar weken geleden terug gaan kijken, of ja ben neuroloog geweest. Uh, dus het is urologie en oncologie, waar ik twee keer per jaar dus naartoe moet gaan. En het is er allemaal fantastisch dat op dit moment, dus ik mag wel van geluk spreken. Uh, ja, op zich, kijk, het is weer een les geweest, uh, ook in nederigheid, van uh, hoe gezond dat je ook leeft, uh, wat dat je ook probeert. Je hebt heel weinig in handen. Hè. Dat is Vaak de. Denk ik toch de misinterpretatie dat we soms hebben? Dat we alles in controle hebben, maar uiteindelijk controleren we heel weinig. Hè. Ja, ik mag nu bepalen of ik water of een koffietje drink. Heb ik wel gevraagd daarnet. Inderdaad, maar. Nee, nee. Al de rest je, is. Hè. Ja, het is dat. En soms is het wel goed om gewoon dingen te aanvaarden. En, en wel dingen zwaar richting te geven, maar gewoon geloven en aanvaarden. En, en... Acceptatie. Inderdaad. Ja. Ja, wat adaptie betreft, wat is, uh, wat is de ambitie? Waar wil Vicky oh. met het bedrijf naartoe? Ja. Uh... Moeilijke vraag. Uh, ik was net naar een podcast aan het luisteren uh, op weg naar hier. Een ondernemer die zegt van... Ik weet, je kunt het nooit niet hoog genoeg zien. Ik denk dat wij Vlamingen vaak wel proberen nederig te blijven en denken van, als het maar zo is, is het al goed. Uh, ik merk het ook. Hè, als ik mijn... Cijfers, um, streefdoelen bepalen dat ze vaak heel snel over... Ja, ja, heel vaak te weinig zijn. Wat zijn de streefdoelen? Ik merk eigenlijk hetgeen die wij nu hier in België doen. We zijn nu nog maar sinds november ook actief in Wallonië. En het draait echt wel heel goed. Dus um, ik denk dat we nu 75% van België doen. Um, we zijn eigenlijk ook... Een beetje een exclusieve partner van een aantal grotere uh, namen in, in, in Vlaanderen, mutualiteiten, maar ook uh, ziekenhuizen en revalidatiecentra, waarbij dat wij dan effectief als referentiebedrijf uh, worden doorgegeven om, om dan effectief de werken te gaan uitvoeren. Dus dat is wel al fijn. België, 75% zou ik zeggen op dit moment. Dus eigenlijk is het zo goed als afgedekt. Ja, afgedekt voor België. Ik zou zeggen, binnen een jaar max zijn we er. En dan is de vraag van oké, okay, welk is het volgende land eerst? Want op zich de problematieken die ze hiervoor doen, met, 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 ons, ja, op, met onze oplossingen, doen zich ook voor in andere landen. En alle spelers die op dit moment actief zijn, zijn spelers die het altijd op dezelfde manier aanpakken. Um, ik denk net het feit dat wij het op een andere manier doen. Um, uh, dit is net een van de formules waarom het zo goed gaat. Uh, dat is de reden van jullie succes of van jullie snelle groei? Of wat is de reden van jullie succes? Maar, ik denk dat er een aantal factoren zijn, natuurlijk. Hè. Je hebt hier branding, proberen goed te staan in de markt. Uh, maar dan ook voornamelijk de samenwerking die wij aangaan met paramedici, uh, met mutualiteiten, met ziekenhuizen. Uh, dat is echt een hele grote ook. Uh, en ik denk. Ook ja, opnieuw, hè. door mensen, voor mensen, het menselijke aspect, kwaliteit leveren. Um, we gaan echt altijd ons, ons woord uh, nakomen. Hè. Als wij een offerte opmaken, dan gaan we dat ook zo houden. In tegenstelling tot vaak kleinere aannemers die dat niet doen. We gaan ook wel heel snel gaan schakelen. Waar dat bedrijven soms uh, ja, tegen de klanten zeggen: van ja, kan pas volgend jaar komen. Dan gaan wij echt binnen, binnen een paar weken, binnen een paar maanden. Um, ze proberen echt op heel veel vlakken gewoon veel beter te zijn dan de rest, in plaats van net een beetje beter te zijn. Um, mijn kritische zelf vraagt ook wel heel veel van mijn mensen. Um, ze, ze, ja, ze krijgen ook wel heel veel terug. Maar het is allemaal inderdaad uh, met het oog op okay, heel veel kwaliteit gaan leveren bij de klanten. En opnieuw, ik denk dat de conculega's ja, dat net niet genoeg doen. Uh, en ik denk dat dat wel een van de key factors is, uh, om het wel te gaan waarmaken. Uh, we hebben nu al een aantal projecten gedaan in andere landen, Duitsland, uh, Nederland. Uh, dus op zich is maar op het moment gewoon gaan kiezen van welke landen of welk land. En, en, en hoe groot, ik weet het niet. Ik wil het ook niet gaan benoemen. Uh, er zijn ja, veel, veel uh, partners die wij nu hebben, die ons al gevraagd hebben van oké, okay, zijn er geen samenwerkingen mogelijk? Uh, om het samen naar andere landen te gaan. Uh, ik wil het op dit moment nog eerst gaan houden op de focus België. En ja. dan zien wat de volgende focus wordt. Uh, maar echt gaan benoemen, ik weet het niet. Uh. Nee. En uh, voor laatste vraag, wat zijn nog uh, andere dromen in het leven? Je bent nog jong, hè? 39 jaar <laughs> jong. Uh, Vicky, uh, Wat wil jij nog allemaal doen in het leven? Ja... Zoals ik daarnet zei, een van mijn uh, andere projecten zou zijn het, het, gaan, uh, het gaat gaan helpen bewustmaken van mensen. Um, op welke manier, dat weet ik nog niet. Hey, vanuit al die jaren die ik met boeddhisme, filosofie, yoga, meditatie bezig ben geweest, heb ik heel veel retraites, heel veel uh, verschillende invalshoeken gezien van hoe het kan, hoe het niet kan heb ik heel veel dingen gezien die ik dan beter zou kunnen of willen proberen doen. Dus ik denk dat dat nog altijd iets is die in mijn achterhoofd speelt op een moment. Zo, er is een prachtige omgeving met, met, met leuke mensen. Als een soort van... Wij doen het allemaal samen, retreitencenters. En niet zozeer... Ik ben de guru, retreitenman uh, die het hier allemaal gaat komen zeggen. Um, want dat is vaak wel iets dat je ziet in, in bepaalde settings. Alleszins. Dus dat is zeker iets die ik later... Ga proberen uh, waarmaken. Mensen helpen, ja, helpen zichzelf leren kennen, herkennen, herontdekken, herbronnen. Bij zichzelf gaan uh, leren, leren, um, leren kijken. En, en ja, geloven in de intuïtie en, en, en ja, in het goede. Dus dat wil ik wel op een bepaald moment ook iets mee gaan doen. Uh. Mm -hmm. In welke vorm, ik weet het niet. Hoe dat gaat zijn, ik weet het ook niet. Ik stel er mij ook niet veel vragen bij neer. Dat uh, ja, komt wel. Ja. Op dit moment is project ons kindje ook wel uh, iets heel moois om naar te kijken. De evolutie is nog zotter dan het bedrijf op dit moment. Uh, dat is echt wel ja, ook al een project op zich. Ja, en als je vandaag naar jezelf kijkt, wat was voor jou jouw grootste uitdaging, jouw grootste challenge, persoonlijk of met het bedrijf? Uh, geduld. <laughs> ik vind het uh, heel vervelend als dingen niet snel vooruit gaan. Uh, ja, dus ik denk uh, soms is het wel goed om even een paar stappen terug te nemen, om, om, om deze fundering gewoon heel sterk te maken voordat we naar andere landen bijvoorbeeld zouden gaan. Um, ja, ik, ik kan soms veel te snel, veel te ver in de toekomst gaan, uh, gaan uh, projecteren: van zo wil ik het, zo zie ik het. Um, dat is wel een, een, ja, een uitdaging bij mezelf. Ik okay, probeer toch terug te keren, stappen terug te nemen. Mm -hmm. um, ik denk, ja, als persoon, ik ga niet zeggen dat ik geen uitdaging meer heb, maar. Opnieuw hè, door mijn persoonlijke trajecten uh, kan ik wel zeggen dat ik als mens wel heel tevreden ben met de mensen rondom mij um, en, en met het leven die ik heb. Dus daar heb ik eigenlijk niet echt nog grote uitdagingen hè, eigenlijk die voor mij staan. Uh, ik neem het zoals dat is en ik aanvaard het zoals dat is. Uh -huh. Op uh, business vlak vind ik dat veel, veel moeilijker uh, uh -huh. dan op persoonlijk vlak. Ja. Uh -huh. Laatste vraag, Vicky. Welke boodschap wil je nog meegeven aan collega-ondernemers die kijken of luisteren naar deze podcast? Gut feeling. <laughs> Vertrouwen dat je uh, je voorgevoel het vaak wel juist weet. Uh, probeer iets meer uit, uh, uit je hoofd te stappen. Ja, het is heel belangrijk om, om dingen te gaan creëren. Um, maar... Ik ga vaak zo een, een, een analogie maken naar, naar een architect. Hè, om, iets, om een huis te bouwen of een gebouw te bouwen, gaat die architect eerst iets gaan creëren in die zijn geest of haar geest. En vanuit die gedachte wordt dat een tekening. En dan plots heb je de mensen die het gaan bouwen. Ja, het is wel echt nodig om, om, om je hoofd en je brains te gaan gebruiken. Maar het is ook wel goed om een keer terug te keren naar jezelf. Een keer probeer te proberen luisteren naar wat ja intuïtie je komt zeggen uh, en daar gewoon niet aan twijfelen uh, voor mezelf alleszins, elke keer dat ik daar aan twijfelde en dat ik dan toe ga van mijn hoofd of van mijn verstand ja, dan komt dat toch niet altijd uh, goed uit uh, mm. dus zeker dus na mijn derde kantelpunt mijn intuïtie die mij kwam zeggen van er hm, klopt toch iets niet dat is voor mij wel een moment geweest om te gaan zeggen van ja weet je, vertrouwen op mijn gevoel op mijn intuïtie ook al ga ik het later niet weten waarom, gewoon vertrouwen dat de juiste keuze was. Uh, en ook ja, niet geloven in uh, verkeerde keuzes maken. Allee, ik persoonlijk geloof ook niet echt in een verkeerde keuze maken. Je kunt zo ergens op een kruispunt staan. En een beslissing maken, links, rechts. Maar welke beslissing je ook maakt op dat moment, het is op dat moment de juiste beslissing. Uh -huh. dat je nu naar links of naar rechts gaat, ja, je kunt achteraf gaan zeggen, had ik nu geweten, maar op dat moment wist je het niet. En hoe meer dat je op dit moment leeft, hoe meer dat je op dit moment een beslissing maakt vanuit de overtuiging, het is het, het, is, het, is het juiste, hoe beter dat alles loopt, denk ik. Dus uh -huh. dat zijn de dingen die ik wil meegeven. Dan. Uh -huh. Heel mooie afsluiter. Ja. Uh, dankjewel, Vicky, voor het uh, mooie en open gesprek. Jij ook bedankt voor de uitnodiging. Nee, ja, graag loopt. gedaan. Uh, heel wat mooie dingen uh, gepasseerd uh, rond uh, liefde voor het lot. <laughs> uh, uh, accepteer het leven. Uh, het is ja. niet altijd eerlijk, maar uh, uh, accepteer zoals het is. En, um, ja, ik zou zeggen, heel veel, heel veel succes met alles wat je, wat je nog doet. Ook uiteraard verder herstel, persoonlijk, met adapté, waar volgens mij nog uh, heel veel potentieel in zit, yeah. wat er wel gaat uitkomen uh, van jouw energie en enthousiasme en jouw passie. Uh, fantastisch om naar te luisteren. En uh, ook met wat je ook doet rond bewustwording, uh, zou ik zeggen... Uh, Laat het ons weten als het zover is. Dat zal ik zeker doen. En dan uh, voor nu een fijne dag verder en uh, tot binnenkort. Dank je wel voor jou ook. Voilà, bye, bye. Ciao. bye Bedankt om te kijken of te luisteren naar deze Connectie Podcast. Abonneer je nu via Spotify, Apple Podcast of YouTube om geen enkele aflevering te missen. Wil je zelf een uitdaging delen? Ga dan naar connectie.eu. Deel jouw uitdaging en wie weet, zien we elkaar binnenkort.